Goedenavond, leden van de commissie en mensen op de tribune. Uiteraard ook de mensen die thuis meeluisteren, meekijken. Van harte welkom op deze eerste commissievergadering in het nieuwe jaar. We hopen met elkaar dat we dit jaar weer een productief jaar mogen krijgen. In het bijzonder welkom uiteraard aan de leden van de Rekenkamercommissie. Heer Willemme, die vanavond belangrijke dingen gaat doen, heb ik begrepen. De voorzitter verheugt zich daar al op. Uiteraard ook de collegeleden van harte welkom. We hebben een mooie agenda met elkaar. Die kan, denk ik, binnen redelijk normale tijd afgewerkt worden. Ik begin met agenda punt 1, want ik was al bezig met de opening. Die is hierbij geweest en er zijn geen insprekers, dus die inventarisatie hebben we ook gehad. Gaan we naar agenda punt 2. De heer De Jonge, gaat uw gang. Ja, voorzitter, want u had het al over een snelle vergadering. Ik zou aan u willen vragen om agenda punt 7 en 9 van de agenda te schrappen. Want mijn fractie vroeg zich eigenlijk af van wat het nut en noodzaak is om die punten hier te behandelen. En wel om tweeërlei redenen, voorzitter. Bij allebei de punten staat dat er voor 1 januari 2018 een besluit moet worden genomen. Dat is volgens mij al geweest, dus dat heeft geen enkele zin. En ten tweede heb ik gezien bij punt 9 dat daar voor de zoveelste keer verwezen wordt naar Hardenberg. En in mijn optiek zitten we hier in Ommen en niet in de gemeente Hardenberg. Dus ik wil u vragen om die twee punten van de agenda te schrappen. Voordat ik hier verstandige woorden of niet zo verstandige woorden over zeg, wil ik eerst de mening weten van de commissie. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen toch wel heel graag punt 7, duurzame warmteopwekking carousel, bespreken. Want dat vinden we wel een heel relevant punt. En ik denk dat er heel wat te bespreken valt. Zijn er meer die, naar aanleiding van de heer De Jonge, opmerking willen maken? Heer Leuwik. Ja, voorzitter, inderdaad, 1 januari is al geweest. Maar goed, het gaan we terug naar de kracht. Dus wat dat betreft zie ik geen enkel probleem om het toch te behandelen. En ik wou graag artikel, of tenminste puntje 7 ook wel, graag op de agenda houden. Wat dat betreft. De heer Moerman. Ja, voorzitter, ik ben ook voorstander van op punt 7 te behandelen. Om 7 te schrappen hoor ik. Behandelen. Mooi. Heer Marsman. Ik sluit me daarbij aan. Ik zie dat VVD zich ook aansluit en D66 wij ook. Prima. Blijft gehandhaafd en ik neem aan dat ik dan de collegeleden niet 1, 2, 3 om een reactie hoef te vragen, want de commissie heeft besloten tot behandelen. Al dus geschied, dan blijft hiermee ook de agenda zoals die is. Of zijn er nog andere opmerkingen over de agenda? Niet, dan gaan wij door met agenda punt 3, dat we bij deze al gehad hebben, want er zijn geen insprekers. Gaan we naar agenda punt 4, vaststelling van het verslag van de raadscommissie 7 december 2017. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, maar er komt er nu wel één. Heer Marsman, gaat u gang. Ja, een kleine toevoeging. In dit verslag staat een paar keer genoemd dat er agendapunten verwezen worden naar een raadsvergadering van 21 december 2018. En wij hebben even gekeken, dat is een vrijdag en dan kunnen wij niet. Maar ik neem aan dat het 2017 had moeten zijn. Ik geloof dat de griffier dit begrepen heeft. Die was heel snel met zijn nieuwe jaren, heb ik begrepen. Goed, dankjewel voor deze waardevolle inbreng. Hebben we hiermee agenda punt 4 ook gehad? Of zijn er nog meer goede opmerkingen? Niet. Dan gaan wij naar agenda punt 5. Afdeling besluitvorming, advies aan de raad. En als eerste agendapunt onderzoeksrapport Rekenkamercommissie handhaving in de gemeente Ommen. En ik neem aan dat de heer Willemme daar nog wel wat over wil zeggen. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Als Rekenkamercommissie waarderen wij het zeer dat wij wederom hier op deze manier ons rapport mogen aanbieden. En het is eigenlijk voor een gemeente een bijzonder rapport, vinden wij. Het gaat over handhaven. En handhaven is een onderwerp wat politiek niet erg hoog scoort. Maar als je je er niet erg veel werk van maakt, dan zit je erg in de problemen. Zeker als je beschikt over beperkte middelen en je moet keuzes maken
wat ga ik wel handhaven en wat ga ik niet handhaven. Zijn het altijd hele, is dat varen tussen Scylla en Charybdis? Want doe je het één, dan laat je het ander. En doe je het ander, dan laat je het één. En dat kan, dat leert Volendam, Enschede, Haaksbergen, Duisburg. Maar ook alle gevallen die we gezien hebben in de kinderdagverblijven, kan dat soms tot hele ernstige zaken leiden. Daarom was het, vond de Rekenkamer na zijn keuze het ook heel goed om te horen dat deze raad ook dat als speerpunt had genomen in 2017 handhaven. En dat heeft ertoe geleid dat wij op 13 april met deze raad samen hebben gezeten om te kijken welke handhavingstaken gaan we nou nader beschouwen. We hebben de taken genomen APV in overleg met u en de permanente bewoning in de recreatiewoningen. K+V heeft in onze opdracht in de persoon van de heer Bas Schol het onderzoek gedaan. En hij zal dadelijk ook uw vragen over het rapport gaan beantwoorden. Volgens dit rapport tot stand is gekomen zijn er meerdere dagen veldonderzoek geweest. En het veldonderzoek was dan het meelopen met de ambtenaren. Zowel ambtenaren van de APV, de BOA's, als de ambtenaren die het permanente bewoning toetsten. Ik moet zeggen, wij hebben, want een aantal van ons, van de leden van de Rekenkamercommissie, zijn meegelopen met K+V en met de ambtenaren. Wij hebben dat zelf als, ook als heel leerzaam ervaren. Op 23 november hebben we in grote lijnen al iets verteld aan het presidium wat de bevindingen waren. En vervolgens hebben wij het rapport aangeboden. Zoals je het hebt kunnen zien, staan er een aantal conclusies in. En als je die conclusies afzet tegen de beperkende randvoorwaarden die een gemeente altijd heeft, dan denken wij dat de gemeente Ommen trots erop kan zijn hoe die beperkte middelen worden ingezet. Op basis van die conclusies hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan en we horen ook graag wat u van die aanbevelingen vindt en of u overweegt om die aanbevelingen uit te voeren. Ik wil tot slot de ambtenaren bedanken die ons voorzien hebben van de nodige informatie. Maar met name willen wij bedanken de ambtenaren met wie K+V en wij een aantal dagen zijn mee mogen lopen. Zij hebben zich kwetsbaar opgesteld. En dat is, dat zullen u begrijpen, niet altijd even gemakkelijk voor ambtenaren om zich zo kwetsbaar op te stellen. De samenwerking met de griffier was natuurlijk als altijd voortreffelijk. En als hij er niet was, was de samenwerking met zijn plaatsvervanger prima. En wij stellen het op prijs en hopen dat we dat ook kunnen continueren in de toekomst. Ook met de nieuwe raad. Dat wij samen met u onderwerpen niet kunnen kiezen, maar dat we in ieder geval met u in overleg kunnen gaan welke onderwerpen waardevol zijn om te onderzoeken voor de gemeente Ommen. Met die korte inleiding, voorzitter, zou ik u het rapport willen overhandigen. U hebt het allemaal al weken geleden gekregen, maar formeel wil ik toch dit mooie papieren exemplaar in overhandigen. Ik dank u wel. Ik zal het lezen. Ja. Ik heb het gelezen, bedoel ik. Hartelijk dank voor uw toelichting, meneer Willemme. We zullen ons voordeel ermee zien te doen. Overigens, in uw inleiding maakt u mij impliciet attent op een omissie van mij. Ik had de heer Bas Grol natuurlijk ook welkom moeten heten, maar hij voelde zich al welkom, begrijp ik. Dan ook nog even een bericht of een informatie vooraf. Het zal de commissie duidelijk zijn dat het gesprek dus plaatsvindt tussen de commissie en de Rekenkamercommissie. Dus dat we niet vragen hebben uitleg aan het college, dat vindt wel plaats bij de bespreking in de raad, maar dat we nu communiceren met de Rekenkamercommissie. Wie mag ik het woord hierover geven? Ik ga het rijtje af. Ik ga niet het rijtje af. De heer De Jonge, gaat u gang. Bijna het rijtje af, voorzitter. Ja, goed, zoals gewoonlijk en de dank voor het rapport. Het is in mijn optiek helder en duidelijk. En ja, even een kleine inleiding, want als ik kijk naar, want er is heel veel gesproken in deze raad over handhaving en vooral over het niet handhaven.
En toen ik het rapport las en even de spiegel voor me hield, toen dacht ik bij mezelf, ja, eigenlijk hebben wij als raad het hier in deze niet helemaal goed gedaan. Ik lees in het rapport daar heel weinig over, maar we hebben heel veel gesproken over handhaving, maar hebben geen budgetten beschikbaar gesteld. En dat betekent dat je maar voor 1,6 FTE handhaving hebt en daar moet je een hele hoop dingen moeten daarvoor gebeuren. Eigenlijk heb ik daar ook een vraag aan, want u gaf ook al aan dat u veel met ambtenaren gesproken hebt en opgetrokken heeft met de BOA's. Van waarom heeft u zo weinig geschreven over de budgetten bij die passen bij een goede handhaving? Want u schrijft in uw rapport van de BOA's bepalen zelf hun inzet. En daar ben ik heel erg van geschrokken, want als je kijkt naar een BOA, een opsporingsambtenaar, die hoort ondergeschikt te zijn, zoals in de wet staat, aan het bevoegd gezag. Dus dat betekent dat hij wel degelijk een opdracht zou moeten krijgen van, ik zie de meester in de rechter al glunderen, maar die hoort een heldere opdracht te krijgen van wat hij moet doen. En is het zo dat ik, als ik het goed gelezen heb, dat ontbreekt, want er staat ook een stukje in het advies van u, van er moeten concrete doelstellingen geformuleerd worden en opdrachten aan de BOA's gegeven worden. Want u schrijft in het rapport, er is in het jaarprogramma vastgesteld, wel een aantal zaken vastgesteld in het driehoeksoverleg. En ik vroeg me eigenlijk af van, is dat dan niet doorgecijpeld naar de opsporingsfunctionarissen de BOA toe? Wat me ook opviel, is de zaken over de handhaving betreffende de recreatiewoningen. Want u schrijft erin van permanente bewoning behoeft geen handhaving. En ik zou graag willen horen van in welke context ik dat moet lezen. En ook de tweede van ga pragmatisch om met controle bij uitvoering van medewerkers die in de wintermaanden geen werk hebben. Moeten dan die ambtenaren in uw optiek of waar u tegenaan bent gelopen benoemd worden tot toezichthouder? Dat ze ook een bepaalde rol hebben die verankerd is in strafvordering, of moeten die benoemd worden tot BOA? Even kijken hoor. Ja, nog goed, het andere heb ik al aangegeven van hoe het zit met de heldere opdracht. En eigenlijk wou ik het daar even bij houden, want het waren voor ons eigenlijk de belangrijkste punten die we uit uw rapport als vragen hadden. Wil de heer Willemme daar, of wil de Rekenkamercommissie daar meteen op antwoorden, of zal ik eerst het rijtje afgaan? Wat ik wil, voorzitter. Nou, goed, dan maak ik eerst het rijtje af. Misschien komen de vragen die in elkaars verlengde liggen. D66, de heer Mors. Ja, dank u, voorzitter. Ik wil eigenlijk ook wel een beetje aansluiten bij de heer De Jonge. Er wordt, met name bij de conclusies en aanbevelingen, wordt er wel aangegeven van stel concretere doelstellingen vast. Dus eigenlijk legt u de bal weer bij ons terug. Jongens, maak nou eindelijk eens een keer goede afspraken. En ik lees expliciet eruit, die afspraken zijn er op dit moment niet. En het gaat dus eigenlijk allemaal zoals in Hardenberg wordt bepaald. Want dat lees ik namelijk ook bij de uitvoering. De dienst van de BOA's begint op het bureau toezicht, handhaving en vergunningen in Hardenberg. Ik krijg daarbij het gevoel van dat om het er maar een beetje bij hangt. Maar dat is het gevoel wat wij hebben als ik dit lees. En is datzelfde gevoel ook bij de Rekenkamercommissie naar voren gekomen. Dat was even voorlopig het eerste. Dank u wel. Mevrouw Schunslijn. Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst de complimenten geven aan de opstellers van het rapport. Heel goed rapport. En u weet, ik ben ook wel eens kritisch geweest. Dus vandaar dat ik dit echt wil benadrukken. En een goed leesbaar ook, is ook heel belangrijk. Ondanks een paar, en dat moet ik dan toch weer zeggen, een paar nare schoonheidsfoutjes. Taaltechnische schoonheidsfoutjes. De twee onderzoeken die behandeld zijn, ja, dat hebben we zelf voorgesteld. Gewoon prima ingevuld. De vraag is eigenlijk, is de Rekenkamercommissie ook bekend, of als we dat afzetten tegen andere gemeenten, hoe we ervoor staan, hoe we het gedaan hebben? Want u zegt wel in uw inleiding, trots op hetgeen Ommen gedaan heeft met de
Met de middelen, laat ik het zo zeggen. Maar hoe staat het ten opzichte van andere gemeenten? Als we het rapport lezen, en ik weet niet of dat correspondeert met de papieren versie, pagina 6 van 32, het rapport zelf, staat het conceptrapport is voor ambtelijke verificatie voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Er zijn reacties ontvangen, waardering daarvoor. Voor een groot gedeelte zijn deze reacties verwerkt in het rapport. En dan lees ik op een enkel punt, hebben we dat niet kunnen doen, omdat de inhoud van die opmerkingen niet gestaafd werden door het onderzoek. Kunt u dat nog eens even precies uitleggen wat u daarmee bedoelt? In het rapport onder het hoofdstuk handhaving onderzoek Ommen, lees ik een klacht over herrie van een bekende familie in recreatiepark. En toen heb ik gezocht, waar is dat recreatiepark in Ommen? Let op, in Ommen, wat heb ik alleen gekeken? Calao. Ik kan het niet vinden en ik weet niet of het bestaat. Misschien kunnen leden van de commissie mij dat wel zeggen, maar ik heb het niet kunnen vinden. Ja, dat verwacht ik ook, Caluna, maar er staat Calao. En dan denk ik, van wie heeft u die informatie gekregen? Dat is wel heel essentieel. Van wie is die informatie gekomen? Zou je kunnen zeggen op welke pagina het staat? Pagina 27 van 32. Welke pagina? Want 27 van het stuk 32. Er staat een recreatiepark genoemd. En ik ga ervan uit dat we over recreatieparken hebben in Ommen. En ik heb dat, ik ken het niet, maar ik heb het ook niet kunnen vinden. En, ja? Bleven ze dat uw paginanummering niet? Nee, dat was ik al bang voor, daarom zei ik het ook. Maar goed, er staat een keer een recreatiepark genoemd die volgens mij niet in Ommen bestaat. En dan kom ik toch wel op het punt. Door wie is die melding binnengekomen? Is bijna helemaal achteraan. Helemaal aan het einde van het rapport. Gevonden? Misschien kan je een hoofdstukje of een... Ga ik even... Is hoofdstuk 4? Nee, bijlage 5. Bijlage 5. Ik vind het storend. Ik vind het storend. Ja, ik heb het. Ja. En ik wil het graag in eerste termijn hierbij houden. Dank u wel. Heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. De complimenten voor het stuk zijn al gemaakt. Op verzoek van de Raad heeft u zich toegespitst op onder andere onderzoek naar de handhaving van permanente bewoning en recreatiewoningen. In de aanbevelingen, in het begin, daar heb ik wel even een vraag over. Er staat, ga na of de beschikbare capaciteit passend is bij het risico dat de gemeente bereid is te accepteren voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Nou, misschien kunt u daar iets meer over zeggen. Want in het stuk zelf staat ook onder andere wat wel tot nadenken stemt, dat als wij elke recreatiewoning in de gemeente Ommen zouden willen controleren, dat we dan 20 jaar verder zijn. Nou, dat is wel iets om even over na te denken, inderdaad. Dus misschien dat u dat even nader kunt specificeren. Dat waren de vragen. Dank u wel. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij complimenteren de Rekenkamer met het duidelijk en helder rapport. Wij denken alleen dat het de bal nu bij ons ligt, bij de Raad. Wij zullen een aantal keuzes moeten maken. Dus daar willen wij ons ook op dit moment toe beperken. Bedankt voor de inbreng. Meneer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, een aantal vragen die ik had, die gaan wachten tot de Raad. Ik wil wel graag aansluiten op de vraag van de heer Moerman. Die had over inderdaad over die risico's, over die permanente bewoning. En wat ik daarbij dan ook aan toe wil voegen is dat er op een gegeven moment in ons VTH-uitvoeringsprogramma staat
dat wij echt als doelstelling hebben dat OMA illegale bewoning van recreatieverblijven wil beëindigen. En dat is een hele concrete doelstelling. Alleen de vraag is wel van hoe ga je dat dan koppelen aan de risico's die net genoemd werden en ook inderdaad aan de inzet die je moet plegen om, om die doelstelling tot realisatie te krijgen. Dus misschien dat u dat mee kunt nemen in uw reactie. En voor de rest hadden we nog een vraag en die gaan we TZT ook wel stellen, denk ik, is dat op een gegeven moment in de aanbeveling staat dat de BOA's als toezichthouders en handhavers in openbare ruimte zeer worden gewaardeerd. Nou, dat vonden we mooi om te lezen. En er staat dan ook vervolgens dat de gemeente deze positieve waardering beter zou kunnen uitnutten. En dan hadden wij iets van, wat zouden we kunnen verstaan onder beter kunnen uitnutten? En de laatste vraag die ik heb is een vraag waar ik geen waardeoordeel in wil leggen, maar die ik toch wel wil stellen. En dat is de vraag, het is een heel omvangrijk onderwerp wat nu onderzocht is. Hè. We hebben ook keuzes moeten maken welke twee handhavingstaken we zouden gaan onderzoeken. En mijn vraag is eigenlijk van, is een onderwerp zoals dit met alle randvoorwaarden die wij eraan gesteld hebben, ook gezien het budget wat wij als raad beschikbaar stellen, voldoende om zo'n omvangrijk onderwerp voldoende te kunnen onderzoeken? Dat is even de vraag die ons ook bekroop tijdens het lezen van dit rapport. Tot zover, meneer de voorzitter. Dank u wel. Het CDA alsnog. Mevrouw Bakelijn, gaat er lang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even, wat achter de kiezen, maar dat is om te voorkomen dat we hier gaan hoesten en proesten. Het CDA heeft een aantal vragen. Ik sluit gelijk even aan bij de heer Marsman als het gaat om die laatste vraag van hoe kunnen we inderdaad die waardering beter benutten. Dat zou ook een vraag van ons zijn. Allereerst ook de waardering voor het rapport. Hè? Want we hebben ook in een ander gremium besproken dat het toch best lastig is om handhaving compact weer te geven. Ik denk dat dat zeker succesvol gelukt is door de Rekenkamercommissie. En dat is al gezegd, maar dat mag gerust nog een keer gezegd worden. Wat het CDA zich wel afvraagt is, u heeft het ook over de capaciteit, de wenselijke capaciteit. Daaraan gekoppeld ook de risicomodellen, is ook al eerder door een collega genoemd. Wellicht kunt u iets dieper ingaan op welke capaciteit zou dan wenselijk zijn, gezien hetgene u nu in de praktijk hebt gezien. En wellicht ook wat de ambtenaren ook hebben aangegeven. Want zij zien uiteindelijk ook datgene wat in de praktijk wellicht wenselijk is. En daaraan gekoppeld, u heeft het over de risicomodellen. Kunt u iets meer daarover vertellen van wat u daarmee bedoelt met die risicomodellen? En welke dan het beste bij OMA past? Volgens mij is die vraag ook al door collega Mors gesteld. En de laatste vraag. Ergens geeft u aan, het is best wel tijdrovend als alle paparassen en dergelijke en de systemen niet eenvoudig te gebruiken zijn of niet op afstand te gebruiken zijn. Dat is natuurlijk één facet ervan. En zijn er nog andere punten waardoor de regeldruk en de bureaucratie wat omlaag kan, waardoor we misschien nog efficiënter kunnen werken met de beschikbare capaciteit? Dat waren mijn vragen. Dank u wel, voorzitter. Ik dank u. De Rekenkamercommissie, bij monden van de heer Willemer, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben afgesproken dat, voor zover het heel concreet te maken heeft met het onderzoek zelf, dat de onderzoeker die vraag zal beantwoorden en de wat meer algemene vragen, dat ik die voor mijn rekening zal nemen. Bij handhaving, ik heb dat in de inleiding ook al heel kort gezegd, dat is een heel belangrijke taak voor een overheid, een moeilijke taak. Soms ook een wat vervelende taak. Het is veel leuker om een sportveld aan te leggen of om een school te bouwen dan om heel veel geld te steken in handhaving. Terwijl handhaving wel een heel belangrijke taak is. En dat hebben we, ik heb dat zo straks ook gezegd, bij Volendam, Enschede, Haaksbergen, Duisburg, kinderdagverblijven, zien we dat wat er voor grote calamiteiten kunnen gebeuren als je die handhavingstaak niet goed invult. Dan is altijd de vraag van, hoeveel heb ik daarvoor over en welk risico accepteer ik? Het is absoluut onmogelijk om alles wat gehandhaafd zou kunnen worden in theorie, om dat te handhaven. Want dan heb je zoveel ambtelijke capaciteit nodig dat ik denk dat er geen budget meer overblijft voor andere zaken.
En voor jezelf moet je dan als raad een risicoanalyse maken. Wat voor capaciteit heb ik nodig om een zodanige handhaving ook naar buiten toe te laten blijken dat het risico dat de risico's dat er iets fout gaat, dat die geminimaliseerd worden. Als ik dat concreet ga invullen, dan begeef ik mij op het politieke vlak, want dan maak ik keuzes voor de raad. En vorig jaar hebben we die discussie ook gehad. Wat mag een voorzitter van de Rekenkamercommissie wel nog zeggen en wat mag ik niet zeggen? We hebben wel geconstateerd dat de capaciteit die Omme op dit moment steekt in de handhaving zodanig is dat in ieder geval de doelstelling voor het permanent woning absoluut niet haalbaar is. Een van de vragen was ook van, ja, in 20 jaar kan alles een keer gecontroleerd worden. Ja, daar, als we dat vaststellen, geef je eigenlijk al het antwoord, is de capaciteit voldoende. Maar of dat nou 0,7, 1,6 of 3,4 moet zijn, dat is een politieke keuze die u moet nemen. De capaciteit die er nu is, is onvoldoende om te voorkomen dat er permanent gewoond wordt. Het risico dat er permanent gewoond wordt, wordt niet weggenomen door de wijze waarop op dit moment de controles worden uitgevoerd. Je kunt dan kijken, ga ik de capaciteit van de ambtenaren verhogen of ga ik bijvoorbeeld iets slims doen in automatisering of kijk ik ook eens naar de regeldruk. Bij de regeldruk, bij handhaving zie je dat wij in Nederland incidentgericht zijn. Als je de ramp van Enschede, waar ik ook bij betrokken was als regionaal burgemeester toen de tijd. Als je ziet hoeveel nieuwe regelgeving en hoeveel nieuwe wetgeving is ontstaan ten gevolge van de ramp van Enschede. Hetzelfde is in Volendam gebeurd. En als je in Duitsland bijvoorbeeld bekijkt bij Duisburg, hoeveel extra eisen er nu aan mensen die evenementen organiseren, wat daarvoor extra eisen aan worden gesteld. Ieder incident roept altijd weer een hele hoop regels op. En dan is het heel moeilijk om zeker in de publiciteit te zeggen van dat is overdreven, dat is veel te zwaar, want er zijn toch zoveel slachtoffers gevallen. En als we die regels wel hadden gehad, zou die calamiteit niet gebeurd zijn. Maar het is altijd een vraag, wat is het rendement van een regel en wat moet ik voor die regel betalen? Ik ben ook voorzitter van een raad van toezicht van een grote zorgorganisatie. En daar hadden wij de discussie over het plaatsen van scootmobielen. Die mochten van de brandweer niet meer in de gangen staan, omdat die gangen vrij toegankelijk zouden moeten zijn. Als je die regel hard zou doorvoeren, zou dat wel inhouden dat een aantal mensen niet meer naar buiten zouden kunnen gaan. Omdat de capaciteit bij het verplegend personeel te gering is om steeds als iemand zijn scootmobiel nodig heeft, dat de scootmobiel naar die cliënt gebracht wordt. Dus de regel ontstaat ten gevolge van een brand in het verpleeghuis, dat ze niet meer in de gangen mogen staan. Maar de vraag is of je de consequenties daarvan wil aanvaarden. Als je zegt, ik wil absoluut voorkomen dat er permanent gewoond wordt op vakantieparken in Omme, dan moet je een zodanige grote capaciteit inzetten dat je je de vraag moet stellen, is dat nog wel reëel? En dan moet je kijken of je wat spitsvondige zaken kunt vinden, zodat je bijvoorbeeld mensen in de buitendienst die in de winter misschien wat minder kunnen werken, of je die als ogen en oren kunt gebruiken voor de BOA. Niet dat ze BOA's worden, maar dat ze de ogen en de oren kunnen zijn van de BOA. Dat is de opmerking waarvan wij gezegd hebben in de aanbeveling, dat zou je daar kunnen nemen. Daarmee denk ik dat ik ook de vraag beantwoord heb van de heer De Jonge over het budget. Dat is een politiek besluit. Dat besluit moet u nemen. We hebben wel geconstateerd dat de capaciteit die er nu is,
te laag is om de doelstellingen die wel concreet zijn aangegeven, om die invulling te geven. Wat de APV betreft zijn die doelstellingen niet zo concreet verwoord als bij het permanent bewonen. En de BOA's waar wij mee zijn meegelopen, die waren redelijk tevreden. Ze zeiden alleen dat de terugkoppeling vanuit het ambtelijk apparaat, dat dat wat te wensen overliet. En die opmerking maakte u, hangt Omme er dan een beetje bij. Ik heb twee fusies van, twee herindelingen meegemaakt van de gemeentes. En als een grote gemeente fuseert met een kleinere gemeente, herindeelt met een kleinere gemeente, of wanneer een samenwerking is tussen een grotere en een kleinere gemeente, dan voelt de kleine zich er toch altijd een beetje bij hangen. En of dat bij de BOA's ook speelt, ik denk niet bij de betrokken mensen zelf. Die ervaring heb ik niet uit de contacten die wij gehad hebben. Maar als je 60-70% van je tijd werkt voor gemeente A en 20-30% werkt voor gemeente B, dan is het natuurlijk ook verklaarbaar dat je binding met die gemeente waar je 70-80% voor werkt, dat dat groter is. Je begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Doet Ommen het dan slechter dan andere gemeentes? Ik heb dat in mijn inleiding ook gezegd, gelet op de beperkte randvoorwaarden, kunt u er trots op zijn wat de mensen hier neerzetten. Uit ervaringen bij andere gemeentes, zeg ik zelf, is de capaciteit die Ommen heeft niet slechter dan bij andere gemeentes die ik ken. Maar daar kan de onderzoeker dadelijk misschien nog iets over zeggen of hij daar kencijfers van heeft. Kencijfers van heel Nederland heb ik zo niet in mijn hoofd zitten. Volgens mij heb ik daarmee de vragen die niet rechtstreeks met het onderzoek te maken hebben beantwoord. Het vakantiepark Callao, ik ken het ook niet. Mijn buurman heeft zelf de onderzoeken op de vakantieparken niet gedaan. Wij zullen nagaan en laten u weten welk park hier bedoeld is. Laten wij u weten. Ik dacht dat ik daar de vraag mee gehad heb. Ja. En anders merken we dat wel in de tweede ronde. Maar ik neem aan dat u nu de heer Grol. Ja, ga je gang. Hartelijk dank. Ik zit ondertussen even te spieken welke vragen er dan nog niet beantwoord zijn. Misschien is het wel goed ik ben niet zo goed in de namen, maar vanuit u kwam de vraag van, is het zo dat dat de BOA's dan zelf maar bedenken welke activiteiten ze gaan uitvoeren? Dat is zeker niet het geval. Ze werken op basis van een jaarprogramma, een jaarverslag. En daar wordt aan de voorkant, voor het komende jaar, worden er prioriteiten gesteld aan een aantal thema's. En die prioritaire gebieden, die worden meegenomen. Maar het is niet zo dat op voorhand voor een komend jaar gezegd kan worden wat exact de uitvoering zal zijn op de verschillende gebieden. Dus het is een soort kapstok of leidraad op basis waarvan men werkt. En er is relatief veel vrijheid om daar met concrete acties invulling aan te geven. Overigens is dat niet bijzonder, want zo werkt iedere gemeente met toezicht en handhaving. Dus wat dat betreft is er wel degelijk een richting waarmee men op pad gestuurd wordt, om maar even zo te zeggen. Waarbij de concrete invulling nagelang de prioriteit van dat moment meer of minder op een bepaald onderwerp kan liggen. Mijn buurman zei al even van hoe het bij andere gemeenten gaat. Ik moet daarbij putten uit gemeenten waar ik zelf onderzoek heb gedaan. En ik weet dus niet of dat ook representatief is voor alle gemeenten. Laten we vooropstellen dat er vast een heel groot verschil is tussen de wat grotere gemeenten, ik noem 100.000 plus gemeenten, en de wat kleinere gemeenten. Maar hetgeen waar Ommen wel mee worstelt qua uitdaging is dat het een relatief groot oppervlak is.
Ook als je kijkt naar de bijvoorbeeld de recreatiegebieden in het bijzonder. En ik moet zeggen, de capaciteit, als je ziet wat men daar voor activiteiten binnen uitvoert, dan denk ik dat men er inderdaad trots op mag zijn. En ook de aanpak die men daarvoor kiest, namelijk geïntegreerde handhaving, is eigenlijk de enige manier om zo effectief mogelijk met een klein team de handhaving uit te voeren. Dus ik denk dat daar niet, dat daar niet het probleem zit. Dat het met name de vraag is van welk risico, en daar kom ik ook op een vraag van u terecht, welk risico ben je bereid als gemeente te nemen? En daarbij sluit ik me aan dat het niet mogelijk is om alle recreatiegebieden altijd up-to-date te hebben, maar dat er gewoon omwille van de capaciteit en de beschikbaar gestelde budgetten keuzes gemaakt moeten worden. En als je kijkt naar die keuzes, daar zou ik dan wel daar hebben we wel in de aanbeveling gezegd, daar zou je eigenlijk meer naar risico's moeten kijken en naar outcome. Dus niet naar input en output, namelijk zoveel FTE keer zoveel bezoeken, maar naar outcome, wat is dan het gewenste effect? Welk effect wil je realiseren? En nogmaals, in de wetenschap dat niet alles bekeken kan worden, welk risico ben je bereid erin te nemen? En dat risico, dat werkt volgens risicomatrixen, waarbij met verschillende kleuren eigenlijk een kans op een situatie beschreven wordt, vermenigvuldigd met de eventuele impact van een dergelijke situatie. En dat noemen we eigenlijk het risico in de toezicht- en handhaving-categorie. Dus mijn voorkeur zou zijn dat activiteiten worden bekeken naar kans en impact. En op basis daarvan met verschillende kleuren een risicoanalyse gemaakt wordt naar welke acties er nodig zijn voor het daaropvolgende jaar. Als ik het lijstje even nakijk, ligt er nog één vraag. Ik hoop niet meerdere, maar volgens mij nog één vraag. Dit is de vraag van de heer Marsman over het budget van de Rekenkamercommissie. We hebben daarin samen met de fractievoorzitters en de toenmalige burgemeester over gesproken dat het budget van de Rekenkamercommissie dat daarop bezuinigd is, zoals dat op vele posten is gebeurd het afgelopen jaar, ook door de gemeente Ommen. Dat zeker nu de werkhonger bij de bureaus wat minder is geworden dan dat het dat het 4, 5, 6 jaar geleden was, dat het eigenlijk bijna niet meer doenlijk is om onderzoeken als deze te doen. We hebben zowel vorig jaar als dit jaar met moeite gehad om een bureau te vinden die het onderzoek zo wilde doen voor dit budget, zoals wij vinden dat de kwaliteit die je zou moeten leveren. En beide bureaus, daar hoeft mijn buurman niet op te reageren op dit moment, beide bureaus hebben van het vorig jaar en van dit jaar hebben ook laten weten dat ze eigenlijk boven hun begroting uit zijn gekomen. En ik vind, als je dat structureel gaat doen als Rekenkamercommissie, zou ik dat geen juist handelen vinden. Maar we zijn daar uitgebreid in het presidium op ingegaan. En de griffier knikt, want als ik me goed herinner heeft de griffier de opdracht gekregen om het budget bij uw raad ter sprake te brengen. Maar als u de kwaliteit wil hebben zoals u die de afgelopen 4 jaar heeft gehad, hoewel mevrouw Schunselaar over het eerste rapport was het, geloof ik, hè, 3, 4 jaar geleden over verkeersveiligheid was dat, dat u niet zo heel gelukkig was. Dat, ja, dat was het, verkeersveiligheid bij school, als ik me goed herinner. Maar als u die kwaliteit wil hebben van de afgelopen 3, 4 jaar, dan moet wel iets aan het budget gebeuren. Dank u wel. Eens kijken of de vragen naar behoren zijn beantwoord, of ze voldoende zijn beantwoord. Ik begin bij de heer De Jonge. Is goed, meneer Mors. Ja, ik ben me ervan bewust dat deze opmerking die ik nu ga plaatsen eigenlijk in het late stadium moet plaatsvinden. Maar dan is de heer Willem er niet meer bij. Dus vandaar dat ik hem dan toch nu maak. Want de heer Willem maakte de opmerking dat het leuker is om een sportveld te openen dan te handhaven. Als ik mijn oor te luisteren leg bij onze inwoners, dan is dat misschien wel andersom. En voor wat betreft de affiniteit van de BOA's ten opzichte van gemeente 1, ten opzichte van gemeente 2, wil ik nog wel een incident melden dat een van mijn beste vriendinnen een bekeuring heeft gekregen op de markt voor het parkeren. En die werd uitgeschreven door de gemeente Hardenberg, niet eens door de bestuursdienst van Hardenberg.
vind het heel goed van u dat u de Rekenkamercommissie aankijkt terwijl u een andere kant bedoelt. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Er ligt nog één vraag van mij en dat is onder het hoofdstuk onderzoekverantwoording. Pagina 6, maar dat klopt dan niet met uw... Nee, dat is ja, dat klopt. En daar staat de reactie vanuit de ambtelijke organisaties zijn deels verwerkt in het rapport. Een enkel punt is niet verwerkt omdat de inhoud, er staat letterlijk de inhoud niet gestaafd werden, wordt, door ons onderzoek. En mijn vraag was en is nog steeds, wat wordt hiermee bedoeld? Ik kan uw vraag met een dele beantwoorden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in kwartaal 2 2017. Dat is al enige tijd geleden. Ik herinner mij dat er een aantal dingen door ambtenaren is gezegd over het functioneren die wij niet hebben waargenomen in het onderzoek. En ik kan me niet precies meer herinneren welke onderwerpen dat waren. Ik geloof ze best, maar ik kon het niet overnemen omdat we niet hebben gestaafd in het onderzoek dat het feitelijk het geval was. Ik weet nog dat het geen wezenlijke zaken zijn geweest, maar... Compliment voor het onderzoek wordt alleen maar groter volgens mij. Heer Moerman, niet. Heer Bongers, niet. Heer Marsman, niet. Mevrouw Berkelaar, niet. Wie nog? U mag uiteraard reageren voordat u weggaat. Voordat er misverstanden gaan ontstaan, voorzitter. Toen ik meneer Mors hoorde zeggen van de heer Willem heeft gezegd dat... Toen dacht ik van, ik hoop niet dat ik dat zo geformuleerd heb. Ik heb volgens mij gezegd, niet dat in de gemeente Ommen men het aanleggen van voetbalvelden belangrijker vindt dan het handhaven. Ik heb gezegd dat het politiek gezien prettiger is om een voetbalveld aan te leggen dan om handhavingstaken uit te voeren. En dan bedoel ik dat electoraal. We zullen dat op 21 maart gaan zien, meneer Mors. Ik heb begrepen, voorzitter, dit is ongeveer de afronding. Ik wil nog even iets zeggen over het onderzoek 2018. We hebben daar met in het presidium over gesproken. We hebben u op 7 december meegedeeld dat wij samenwerkingsverbanden nader gaan onderzoeken. En ik vond het toen heel aardig dat ik een week later in de Volkskrant las dat dat in bestuurlijk Nederland toch heel erg belangrijke onderwerpen zijn. En ik doe maar even alsof de wethouders er niet bij zitten. De kop van die twee grote artikelen waren twee pagina's in de Volkskrant. Dan is het toch een redelijk belangrijk onderwerp. Clubs van wethouders zijn slecht te controleren bij de samenwerkingsverbanden. Dat was de kop boven dat stuk. Dus ik denk dat het wel een onderwerp is wat speelt. En dat het ook zeker bij een nieuwe raad straks heel goed is om te kijken hoe de invloed van de raad is op de samenwerkingsverbanden. Zowel welk samenwerkingsverband ga ik aan, maar ook hoe functioneert zo'n samenwerkingsverband en hoe wordt dat teruggekoppeld. En dit is een heel lezenswaardig artikel in de Volkskrant van 14 december. Maar ik kan misschien via de griffier wel zorgen dat u daar allemaal een afschrift van krijgt. Dank u wel. En overigens is het zo dat de Rekenkamercommissie zelf, geloof ik, de onderwerpen bepaalt. Ja, dacht ik. Maar gelukkig altijd een goed overleg met de raad. De heer Willem wil toch het laatste woord hebben. Maar dat heb ik. Ik bedank u voor uw inbreng, u beiden uiteraard. En ook de andere leden van de Rekenkamercommissie uiteraard. Hartelijk dank voor het werk. Ik schors even omdat u, tenzij u zegt van wij kunnen het niet laten om de rest van de vergadering ook te volgen. Dan mag dat. Ik ga u even verder vergaderen als Rekenkamercommissie. Veel succes daarbij. Daarmee is dit onderwerp natuurlijk nog niet afgehandeld, want wij hebben nog een beslissing te nemen die u, als u de stukken goed hebt gelezen en hebt onthouden, al genomen hebt. Namelijk dat dit een bespreekstuk is in de Raad. Want u hebt daar geen opmerking net over gemaakt, dus hebt u dat al besloten. Bedankt voor deze inbreng. Dan is hiermee agenda punt 5 ook voorbij. Gaan wij naar het projectvoorstel... Krachtig investeren in kansen. Wie wil daar een kick over geven?
De heer Leeuwik, gaat u gang. Nog ruimte. Dank u wel, voorzitter. Het KIK. We vinden als CDA dit een goed voorstel en zeker de moeite waard om door dit project van 2 jaren, zoals het is genoteerd staat, 111 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch proberen aan een baan te helpen. Het is een geweldige uitdaging, lees ik. We hebben als CDA een aantal vragen. U noemt in de beschrijving van het project binnen de doelgroep een aantal problemen. En er staan er 2 genoemd, heb ik gezien. Mensen met opvoedproblemen en mensen met schulden. Ik heb er zelf nog even eentje bij verzonnen en dat zijn mensen met taalproblemen. Deze mensen waren bij de gemeente toch allang in beeld. En waarom wordt er nu pas actie ondernomen? Mijn tweede vraag. In het raadsvoorstel bij risico's hebt u in beeld het in beeld brengen van mogelijkheden van en kansen voor onze inwoners met een uitkering. Wat zijn de consequenties? En dat is toch wel een belangrijke vraag, denk ik. Wat zijn nou de consequenties voor deze mensen als ze niet op die bijeenkomsten komen? Want u wilt dat in 1 week, wilt u ze allemaal ontmoeten in groepen en in bijeenkomsten. En als ze nou niet komen, wat dan? De derde. De financiën in het raadsvoorstel, daar hebt u het over het terugverdienen van de jaarlijkse projectkosten bij een extra uitstroom van 5 personen. Dat klopt wel zo'n beetje, heb ik nagerekend. 66.500, daar staat tegenover 5 mensen keer 15 is 75, dat klopt dan wel zo'n beetje. Maar die extra uitstroom, dat triggert mij een beetje. Welke normale uitstroom verwacht u dan en wat zijn eigenlijk uw ambities in dit geval? Dat waren voorlopig mijn vragen. Dank u wel. Ik heb maar 1 bezwaar dat u steeds u zegt. Ik heb niks gedaan namelijk. De heer Middelkamp, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de fractie van de VOV vindt dit een uitermate belangrijk onderwerp. En dat heeft u de afgelopen periode door diverse inbrengen van de kant van onze fractie wel ondervonden. We vinden dan ook dat bij zo'n belangrijk onderwerp een gedegen projectvoorstel op zijn plaats is. En helaas hebben wij als fractie moeten vaststellen na lezing van dit stuk dat wij niet die kwalificatie aan het stuk kunnen toekennen. Om dat te illustreren, voorzitter, wil ik aan u voorstellen of u het goed vindt dat ik een aantal elementen daaruit haal zonder daar vragen over te stellen. En tot slot aan het einde van onze inbreng maar 1 vraag stel. Dat scheelt overigens ook een stuk of 7 beantwoordingen van de wethouder, want die zijn dan wat ons betreft ook niet meer nodig. Het gaat mij ook om de tijd. Kan dat in korte tijd? Uiteindelijk is dit effectiever dan dat al onze inbreng in vragende vorm wordt gesteld, voorzitter. Dus probeert u het maar. Oké, ik ga het proberen. Voorzitter, wat vinden we dan af te dingen op het voorstel? Allereerst gaat het over het budget. En er wordt wel een budget genoemd, maar dat wordt geenszins onderbouwd. En tegelijkertijd staat verderop in het rapport dat het zou kunnen zijn dat het budget, althans dat het niet duidelijk is of het gehele budget wel nodig is. Dus dat suggereert een beetje natter vingerwerk en wij zouden dat graag anders zien. Voorzitter, recent hebben we een start gemaakt met de Village Deals. Dat beoogt min of meer eenzelfde soort resultaat. En de relatie met het KIK hebben wij niet kunnen vinden en dat vinden we toch wel belangrijk. Voorzitter, wat ons betreft is maatwerk heel erg belangrijk om mensen uit hun uitkeringssituatie weer aan het werk te krijgen. En op een aantal plaatsen in het rapport of in het voorstel staat dat iedereen eenzelfde benadering krijgt. Voorzitter, wij zouden juist willen pleiten voor maatwerk. Daar is veel meer over te zeggen, maar voor dit moment volstaan we met deze opmerking. Voorzitter, we hebben kunnen lezen dat andere werkzaamheden door de ambtenaren op een lager pitje worden gezet. Met als gevolg dat de resultaten op een later moment beschikbaar komen. De consequenties worden daarvan niet inzichtelijk gemaakt en zouden wel eens zeer ongewenst kunnen zijn. En misschien moeten we dat wel niet doen. Voorzitter, we lezen dat werkgevers zitten te springen om mensen. En we kunnen ervan uitgaan dat van de 227 uit mijn hoofd mensen in een bijstandsuitkering, een groot gedeelte daarvan ook zit te springen om werk.
Die twee bij elkaar brengen, dat beogen we hiermee. En het is niet ondenkbaar dat door een goede vorm van omscholing we mooie resultaten zouden kunnen bereiken. Het woord omscholing, de mogelijkheden daartoe, de contacten met werkgevers mochten we helaas niet aantreffen in dit rapport. Voorzitter, er komen er nog twee en dan stoppen we. Ontschotting hebben we in een eerder traject als een belangrijk hulpmiddel gevonden om beter resultaten te kunnen boeken. En waarom vonden we dat nou? Omdat vaak problematiek niet gerelateerd is aan één aspect, maar er kan opvoedkundige, zorg, inhoudelijke, inkomensafhankelijke problematiek zijn, voorzitter. Dus waarom hebben we niet gekozen om ook hierin voor ontschotting te kiezen? En tot slot, het CDA gaf het al aan. Het is denkbaar, voorzitter, dat mensen heel graag in een situatie komen om weer aan de slag te kunnen, maar dat niet om welke reden dan ook kunnen of willen oppakken in groepsverband. Ook daar zou een individuele aanpak niet mee staan. Voorzitter, we stoppen nu met het benoemen van allerlei zaken. Wat ons betreft hoeft de portefeuillehouder ook niet inhoudelijk op al deze punten ingaan, want het is niet vragend bedoeld. De vraag luidt of de wethouder het met ons eens is dat voor dit wezenlijke, zeer belangrijke onderwerp het past om een gedegen projectvoorstel te doen. En daarom de vraag, of als vervolgvraag, is de wethouder bereid om dit stuk terug te halen en met hele grote spoed, en dan bedoelen we uit mijn hoofd 8 februari is de eerstvolgende commissievergadering, om dan een gedegen projectvoorstel te hebben waarin de elementen die we net noemden, en zo zijn er wel meer te noemen, allemaal keurig netjes zijn uitgewerkt en dan moeten we full blown aan de slag. Voorzitter, dat was onze inbreng. Dank u. Ik dank u. Het viel best mee. Mevrouw Werners. Bedankt, voorzitter. Ook D66 heeft het stuk doorgenomen. Of ik er heel happy van moet worden, weet ik niet. Want als ik het lees, kwam er bij mij naar voren toe dat er de afgelopen jaar niet zoveel is gedaan, waardoor we nu achterlopen. En dat vind ik eigenlijk eerlijk zorgelijk. Willen we nu een inhaalslag gaan maken. En mis ik eigenlijk een aantal zaken waar rekening gehouden mee moet worden. En vraag ik me ook wat af over de bedragen, want namelijk in het voorstel waar het projectvoorstel onder staat, wordt een bedrag genoemd van €66.500. Als ik het projectvoorstel zelf lees, dan hebben we het over €128.000 per jaar. Er zit een klein verschilletje in. Ook omdat er in het projectvoorstel namelijk wordt gesproken over 1 FTE extra, waarvan ik me op dit moment afvraag, gezien de situatie met de BOH, of dat wel handig is, omdat er misschien wat verschuivingen in de manier van werkzaamheden gaan komen. Dus in de zin van hoe ver kan dit budgetneutraal opgevangen worden binnen het team. Hoe we zaken in de toekomst gaan doen. Dus daar zou ik niet gelijk op willen inspelen. Daarnaast, hoe het stuk is geschreven, wordt heel erg geschreven vanuit de bijstand. Maar mensen die in de bijstand komen, komen vaak ook vanuit een traject vanuit het UWV. En zitten dus al geruime tijd thuis, worden die maanden meegerekend. Dat kon ik niet terugvinden in dit stuk, waardoor ik me afvraag in hoeverre rekenen jullie altijd 18 maanden. Is dat 18 maanden bijstand of is dat ook 18 maanden totaal dat ze ook echt thuis zitten? Er wordt gesproken over in groepen werken, dat moet er in een week doorheen geramd worden. En er zal een stukje no-show zijn. De mensen hier kennende in de omgeving, ondanks het nobberschap, zit er ook altijd een groot stuk schaamte op werkloos zijn. Waardoor het no-show misschien wel wellicht hoger is als men weet dat ze in groepen moeten gaan werken. Want je moet ineens je gezicht laten zien naar mensen misschien waar je het niet wil laten zien. En ook wat ga je wel of niet vertellen in een groep. Dat zal veelal minder zijn dan dat je één op één zal doen. Dus ik vraag me af hoeveel baat het hierbij heeft. Sowieso ook omdat we nu hebben ingestoken in een stukje van mobility monitoring. Vraag ik me af of dit wel overeenkomt met het nieuwe denkwijze. Want dat denk ik namelijk niet als ik het goed heb gelezen. En daarbij mis ik ook in hoeverre staan bedrijven open om te investeren in de mensen op te leiden. En niet zozeer wat moeten wij daarin investeren. Dan ook nog bij zien wij niet terug in hoeverre de SROI wordt meegenomen in de opdrachten van de gemeente. Dus de Social Return on Investments. Tot zover, bedankt voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Dank u voorzitter. Ik begin in dit geval bij de extra investering van 2 keer 66.500. Maar dat gaat over volgens mij, zoals ik het gelezen heb, 2018-2019. En dit zou dan terugverdiend zijn bij een extra uitstroom van 5 personen.
de VVD-fractie zou graag een betere onderbouwing willen hebben van dit bedrag en van de te verwachten terugverdienmogelijkheid. Want net als mijn voorgangers, dat missen we gewoon. Maar als we verder lezen in het voorstel, constateren we dat er ook bij u enige twijfel is over de haalbaarheid van dit project. Dat zet ons toch wel een beetje aan het denken. En het bevreemdt de VVD ook dat er nog steeds niet alle mensen die zonder werk zitten, dat wij die nog steeds niet in beeld hebben. Het gaat nu nog om 111 mensen. Dat moet dan de datum zijn wanneer het rapport is opgesteld. Maar dat getal fluctueert natuurlijk. Bevreemd was ook wat ik in het rapport gelezen heb, dat nog niet alle kansen onderzocht zijn. En dan ga ik terug naar een aantal jaren geleden, wat we hier dus toen ook hebben gehad, een presentatie ook van het bedrijfsleven, ook van om toch daar beter grip op te krijgen en mee aan de slag te gaan. Tussen dat moment en vandaag zit toch wel een aantal jaren tussen. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? Nou, over de 8 bijeenkomsten optuigen met alle kosten van dien allemaal. Nou, wat D66 ook zegt van ja, dat moet allemaal binnen een week gedaan worden. En bij ons komt dan ook de vraag, ja, als iemand niet kan komen, wat dan? Mist hij dan de boot? Teamleiders, coördinatoren die dit nu gaan oppakken, worden vrijgemaakt voor andere werkzaamheden. Maar als je dat doet, ja, als je ergens op drukt, dan krijg je ergens anders een ander gevolg. Dus het gaat een keer knel lopen. Nou, is dat in beeld gebracht? Is dat goed onderzocht waar we dan na die tijd de pijn krijgen? Ik wil het graag in eerste instantie hierbij laten. Dank u wel. Dank u wel, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn al een aantal opmerkingen gemaakt. De eerste gaat even over de argumenten. Daarmee wordt genoemd dat het een logische keuze is dat in de tijden van slechte economie mensen die op het arbeidsspoor zitten, dat die het eerst worden geholpen. En dan nu gaan we denken aan de mensen die op het participatiespoor zitten. Of dat een logische keuze is, dat is wel een... Nou, daar kun je over zeer over reden twisten, vind ik. Maar goed, dat is een andere discussie. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over maatwerk inderdaad, groepsbijeenkomsten. Er zijn ook mensen die daar anders over denken. En dan moet je wel inderdaad maatwerk kunnen leveren. Het stuk gaat inderdaad heel erg over financiën. En het gaat natuurlijk om veel meer over financiën. Het gaat om mensen inderdaad. Maar als we het over financiën hebben, dan gaat het om een extra investering die wordt gevraagd vanuit het reïntegratiebudget. Maar was het niet zo dat wij vorig jaar nog een heel bedrag overhielden bij dat reïntegratiebudget? En wordt dat er ook dan ingezet? En dan is de andere vraag natuurlijk, dit gaat vooral om het participatiespoor. En er wordt inderdaad uitstekend inderdaad mensen ook aanzetten te doen vrijwilligers inderdaad werken en dat soort dingen. Maar moeten wij ook niet gaan nadenken of we moeten accepteren dat er ook mensen zijn die ook niet op het participatiespoor te zetten zijn? En of we af moeten vragen wat we daarmee gaan doen en wat die mensen zelf willen en of kunnen, of we daar een andere oplossing voor moeten vinden. Voorzitter, er waren de vragen in eerste instantie. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even te denken. Nou ja, om te beginnen, dit is een onderwerp waar wij als LPO al een aantal keren bij belangrijke besprekingen dit aanhangig hebben gemaakt en ook hebben gevraagd om concrete doelstellingen. Nu ligt er een concrete doelstelling. Dus daar zijn wij op zich blij mee. Maar er valt wel wat op af te dingen. Want als we kijken, ja, er wordt een budget gevraagd om structureel invulling te geven aan een nieuwe aanpak. Is het nu ook zo dat we een structureel extra geld ter beschikking moeten stellen? En ja, je vraagt je tegelijkertijd af, wat is er dan met de bestaande capaciteit gedaan? De collega hiernaast gaf het al aan, van we hebben een budget, er zijn ambtenaren, er is capaciteit. Komt het nu in één keer uit de lucht vallen? Wat is de afgelopen jaren dan allemaal gebeurd? Laten we het daar maar voorlopig maar even bij houden, voorzitter. Dank u wel. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Na 6 keer een inbreng, dan denk ik dat ik kort kan zijn. Wij hadden inderdaad de vraag over de village deals en dit onderwerp hadden wij ook. Dus we zijn heel nieuwsgierig
wat de wethouder daarop kan zeggen, hoe dat zich met elkaar verhoudt. Voor de rest hebben wij geconstateerd dat er een beoogd effect wordt aangegeven om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te plaatsen naar werk. Ja, ik weet dat de wethouder een hekel heeft aan concrete doelstellingen en trajecten die net nieuw worden opgestart. Maar bij de financiën wordt toch wel wat genoemd over het aantal personen. Dus het leek mij wel een aardige uitdaging om in ieder geval die 5 personen als doelstelling te verheffen. Dan, dat zouden we toch met z'n allen wel moeten kunnen aandurven. En de laatste vraag die ik heb gaat nog iets verder dan de heer Leuwink net zei. Is dat inderdaad van de 111 mensen. Wat blijkt als de mensen niet willen? En de verdiepende vraag die ik daarbij heb is van, en wat zijn dan de mogelijkheden om die mensen erbij te krijgen? En kun je daar ook dat positief stimuleren of sancties uitzetten om toch te kijken of je de mensen erbij kunt krijgen in welke vorm dan ook? Hè? Want we hebben net gehad over groepsverbanden of maatwerk, maar in ieder geval zijn die mogelijkheden er. Dank u wel. De heer Schelen, ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Laat ik gemakshalve beginnen met de heer Middelkamp. Ben ik met hem van mening dat er een gedegen projectvoorstel moet zijn? Ja. Ben ik van min zins om een nieuw voorstel in te dienen? Nee. En als u een tweede termijn nog vragen voor mij heeft, dan ben ik graag bereid om die te beantwoorden. Wat betreft dit voorstel, het krachtig investeren in kansen, hebben we intern eens even heel goed gekeken naar van wat is nou ons bestand. We hebben een behoorlijk groot bestand van bijstandsgerechtigden, waarvan in eerste instantie stevig is ingezet op mensen die direct naar de arbeidsmarkt konden. Want daar was juist in de markt ook belang bij. En we zagen de werkgevers juist in een krimpende economie ook echt aangeven van wij willen 110% gemotiveerde mensen hebben, mensen die echt wat kunnen. Dan heeft het zeer weinig zin om mensen die ongelooflijk veel extra begeleiding te hebben naar de werkgever toe te brengen. Dat is een kansloze exercitie. De heer Moerman bracht het principieel ter sprake en dat was natuurlijk voor ons ook wel een overweging. Maar ja, gaan we trekken aan de dode paard. Maar nu is de situatie anders. Nu zien we de aantrekkende economie. Nu zijn er kansen om mensen die dus in het participatiespoor zitten, dus moeilijk bemiddelbaar zijn, om die toch naar de werkgevers te brengen. Maar dat vergt wel wat extra's. En ja, dan zegt u terecht van, goh, maar is daar nooit aandacht voor geweest? Natuurlijk wel. Maar de extra impulsen die we hier vragen, die waren er niet. De nieuwe methodes, mobility mentoring is onder andere genoemd, die waren er nog niet. En ja, natuurlijk hebben we dan incidenteel geld nodig om die nieuwe methode gewoon ook echt te implementeren. Het feit dat we dus nu de mensen van het participatiespoor ook daadwerkelijk naar werk willen brengen, is dus echt een behoorlijk grote inspanning. En ja, daar is ook twijfel. Ook bij ons of dat gaat lukken. En dat zien we ook in heel Nederland. Er zijn mensen in het participatiespoor waar het gaan proberen en waarvan we inderdaad niet kunnen garanderen dat dat gaat lukken. En de heer Moerman wees daar volstrekt terecht op. Niet iedereen die in een bijstand zit, is weer terug te brengen naar werk. Laten we dat erkennen. Maar laten we vooral ook proberen datgene te doen wat waardevol is. Dit kost incidenteel 2 keer 66.500. Daarover geen misverstand. En ja, dat is ten opzichte van wat we eertijds bespaard hebben. Het is al eerder gezegd ook door een aantal commissieleden. Een behoorlijke besparing eigenlijk. Want eerder in deze periode hebben we vooral structureel bezuinigd op veel uitvoerend werk. Veel papierwerk. En we dachten van, nou dat is niet meer nodig. Als we iets moeten doen, dan moeten we het projectmatig aanpakken. Nou, dat even in algemene zin. Laat ik dan de vraagstellingen even puntsgewijs proberen na te lopen. Allereerst de heer Leuwik. Ja, ze waren toch al in beeld. Dat is waar. En ik heb geprobeerd in algemene zin dus te zeggen van, we hebben eerst de goed bemiddelbare, de mensen op het werkspoor proberen weg te zetten. Nu proberen we de mensen van het participatiespoor, de moeilijkere bemiddelbare, weg te zetten. En dat betekent dat we dus nu die extra inspanning zouden moeten doen. Natuurlijk is dat een doelgroep waar enige risico's is van deelname. Ook andere fracties voegen daar de aandacht voor.
Kijk, wij zijn niet direct van mening dat je direct met sancties moet gaan werken. Niet direct, zeg ik direct. Juist ook al omdat je praat hier over een doelgroep die al jarenlang op een bepaalde manier niet actief is. En dan kun je wel zeg maar allerlei sancties gaan uitdenken, maar dat is niet de eerste methode om de mensen weer goed in het spoor te krijgen. Denken wij. Maar we horen het ook graag van de Raad. U gaat erover. Als u in meerderheid of algemeen zegt van er moeten nu sancties worden geformuleerd, dan ga ik dat doen. Mijn advies aan u is, doe dat nu niet. Pak eerst zeg maar die andere methode aan en kijk wat het effect is. En dan geef ik de heer Marsman gelijk, dan mag het iets concreter en iets smarter. En die 5 die krijgt u. De heer Leuk vroeg ook naar de extra uitstroom. Dat is wat ik net zei over van... We hebben bij de doelstelling eertijd van het werkspoor hebben we cijfers genoemd. Het participatiespoor zat daar niet bij. Dus als wij nu mensen vanuit het participatiespoor weten naar werk te brengen, is dat extra uitstroom. Dat is in feite wat hier aan de hand is. Natuurlijk is er een verband met Village Deals. Zowel de heer Middelkamp als ook de heer Marsman vroeg daarnaar. Want er is natuurlijk een verband tussen zeg maar het participatiespoor en de WMO. En zeg maar het participatiewet en het werkspoor. En ja, de Village Deals geeft ons de gelegenheid om ontschot te denken en ontschot te werken. Dat neemt niet weg dat zeg maar dit heel specifiek vanuit ons ATC-dienstenbedrijf methode is om mensen direct aan de bak te brengen. Village Deals moet u vooral zien als een intern instrument om zeg maar de instrumenten bij elkaar te leggen, de budgetten bij elkaar te leggen en tot een gezamenlijk aanpak te komen. Dit gaat ons helpen en Village Deal gaat ons ook helpen om meer integraal te werken, hoor, dat wel. Dus er is een verband, maar het helpt elkaar eerder dan dat, dat we er last van gaan krijgen. Maar ja, het is dus inderdaad ontschot en ja, het is dus integraal. En dat past natuurlijk ook bij de visie die we daarbij hebben. Meerderen hebben al gezegd van, goh, maatwerk is geboden. En ja, groepsgesprekken, wees daar voorzichtig mee. Dat neem ik graag ter harte. Maar ik weet wel, en daar hebben we uiteraard ook wel vanuit de VNG wat voorbeelden over gehad, van beperk je niet alleen tot maatwerk. Het bijzondere is dat juist in deze doelgroep soms groepsgesprekken ongelooflijk goed kunnen werken. Al is het alleen omdat je ook lotgenoten bent soms. En als je elkaar kunt versterken, dan is dat natuurlijk geweldig. En je ziet ook in de praktijk, ook in Ommen, dat dat dus fantastisch kan werken. En dan wijs ik bijvoorbeeld alleen al op de praktijk van Ommen Samen Sterk. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Dat was een groepsgesprek. Dat was een groepsgesprek van bijstandsgerechtigden die met elkaar zeiden van, goh, wij willen kijken van wat we voor elkaar kunnen betekenen. En moest kijken wat er inmiddels gepresteerd is door die groep. Dus ja, natuurlijk hebben wij wel overmaatwerk. Maar dat groepsgesprek kan zinvol zijn. Maar ik ben het graag met u eens dat we niet mathematisch in het ene geval een groepsgesprek moeten doen en in het andere geval maatwerk. Daar moet je natuurlijk goed naar kijken. Zo zijn we het denk ik wel met elkaar eens. Dan mevrouw Wenners, ja, dus als het beeld was, er is niet veel gedaan, dan hoop ik dat ik duidelijk heb gemaakt dat dit dus voor die nieuwe groep is, voor het participatiespoor. Maar dat had wel dan helderder natuurlijk in een stuk kunnen staan. U gaf ook aan van, goh, wat doen we met no-show? Nou, ik heb aangegeven dat wat ons betreft de eerste benadering is van, we gaan actief de mensen benaderen, ook via de ervaringsdeskundige, ook bijvoorbeeld via Ommen Samen Sterk en wat iets meer zei. En we hopen dat we daarmee zeg maar meer bereiken dan met een sanctiebeleid. Maar ik sluit sancties niet uit. U gaf ook nog aan van, goh, is SRI meegenomen? Dat is bij ons standaard. Hè. Het is wel iets ander onderwerp, hè, in dit verband. Maar goed, als u nog eens een SRI-gesprek met het college wil, dan wil ik dat wel eens gaan antemeren. Want het is natuurlijk een veel breder onderwerp dan alleen bij dit verhaal. U vroeg ook naar van, wat vinden de bedrijven ervan? Ik denk dat zeg maar een hele wezenlijke is.
En ik prijs me gelukkig met die bedrijven in Ommen die hebben aangegeven dat ze hier een extra bijdrage in willen doen. We hadden gehoopt dat we in december een speeddate bijeenkomst zouden kunnen hebben bij Pacton, waarbij bedrijven, dus directeuren van bedrijven, één op één speeddaten met bijstandsgerechtigden die goed getraind een speeddate deden. Wat dat betreft ben ik blij met Arbo Positief die daar hen in begeleidt. En die bijeenkomst die gaat nu door op 29 januari. Dat zijn er 8, dus misschien hebben we die na die avond de doelstelling al bereikt. Maar goed, als dat zo is, meneer Baarsman, dan beloof ik u dat ik een nieuwe target ga zetten. 8. Mevrouw Schunselaar, u vroeg natuurlijk naar het bedrag, de onderbouwing. Ja, in feite is het gewoon ambtelijke capaciteit voor 2 keer, voor 2 jaren. Hè, dus 2 keer 66.500 euro. U vroeg inderdaad ook naar het waterbedeffect. Hè, van goh, als je dit ene weghaalt en het andere. Dat vind ik een heel goed punt. En daar zal ik ook zeker even intern de aandacht voor gaan vragen. Maar dat is inderdaad een risico. Maar ik neem aan dat de ambtenaren daar ook wel een bijgevoel voor hebben. De heer Moerman. U vroeg nog naar groepsbijeenkomsten en maatwerk. Ik hoop dat ik dat behandeld heb. Ook die 150.000 euro die we eerder over hadden. Hè, maar dat was een structureel verhaal. Hè, die eigenlijk weg werd gezet in met name bureaucratische processen. Nou, daarvan hebben we gezegd, dat hebben we niet meer nodig. Laten we nu eerst maar eens incidenteel gaan investeren, projectmatig. Dat vinden we wel goed. Daarmee kom ik ook op het punt van de heer Bongers. U heeft terecht geconstateerd dat dit een structurele benadering moet zijn. En toch denken we dat met incidenteel geld, met deze methode, het goed kunnen oppakken. We zien het echt als een vliegwiel voor een nieuwe benadering. Die we eertijds al bij het werkspoor hebben toegepast. Bij het participatiespoor zal het wat lastiger zijn, dat snappen met z'n allen. En toch denken we dat dit zo goed kan werken. De heer Marsman had het nog over de village deals. Ik dacht dat ik daar op ingegaan heb. Target van 5, wat dus waarschijnlijk wel iets meer doet. En ook eventuele sancties. Ik meen, voorzitter, daarmee de vragen heb beantwoord. Mijn standaard antwoord is dan, dat gaan we na. De heer Leuwik. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, toch maar even heel kort. De wethouder gaf aan dat een gedegen projectvoorstel nodig, nuttig of noodzakelijk is, iets in woorden van die strekking. Maar niet bereid te zijn dit stuk, zijnde het projectvoorstel, terug te halen. En daarnaast zei de wethouder ook nog, dat heb ik even meegeschreven, als we iets doen, dan moeten we het projectmatig aanpakken. En misschien dat de wethouder daar ook nog even over zou mogen nadenken van wat dat dan precies zou behelzen als je iets projectmatig aanpakt. Hè. Daar zijn allerlei projectmanagement boekjes en studies voor in de literatuur beschikbaar, dus dat kunt u goed nagaan. Maar u gaf aan dat u niet het stuk wilt terughalen en met een beter goed doorwrocht stuk wilt komen. Dat betekent dat wij dit stuk, voorzitter, heel graag willen bespreken. En dan zult u onze inbreng nader van ons tot u krijgen. Dank u. Dank u wel, mevrouw Werders. Bedankt, voorzitter. Bedankt voor de antwoorden zover. Ik wil nog een klein beetje inhaken op de manier van bewoording die nu wordt gegeven over de mensen die binnen de uitkering zitten. Er wordt veelal gesproken over niet actief en niet te veel sancties willen opleggen. Vanuit D66 willen we daar ook niet op inspelen. Vooral ook niet de sancties te snel liggen, want vaak al zijn het mensen met een klein budget. Dus dan komen in leningen die we niet willen zitten. Niet actief vind ik een hele verkeerde benaming persoonlijk, omdat mensen vaak nog wel actief zijn, vaak wel naar buiten kijken, maar ook veel vrijwilligerswerk toch proberen op te pakken. En op die manier gedreven zijn om toch wat uit te oefenen, om in het vak te rollen, alleen het op hun eigen manier niet lukt en waarin wij proberen te ondersteunen vanuit de gemeente. Dat is ook een beetje hetgeen wat ik mis in dit hele stuk. Er wordt vanuit, ja, we moeten de groep in. Dit zijn startgesprekken, de groepsgesprekken waarin wordt gesproken. Juist, of u sprak net over de groepsgesprekken die vanuit de bijstandsgerechtigden zelf zijn gekomen. Dat is een goed initiatief.
Dit is een andere kant. Dus een startgesprek is veel enger in een groepsgesprek om los te komen dan wanneer iemand zelf vanuit een initiatief komt. En ik denk dat daar een onderscheid. En daarom wil ik wel weer terugkomen op het mobility mentoring, waarop de ambtenaren net zijn begonnen met de lessen, om misschien eventueel daar wat verder in te zijn, zodat ook weten waar ook de gedachte goed gaat, om daarmee verder te gaan en probeer daarin het onderscheid te vinden. Wat is dan de vraag? Of het iets gezonder ingezet kan worden in bewoording over hoe mensen in een bijstand zitten. Dat ze wel actief zijn. Dank u. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Er werd een reactie gegeven op die 66.500 euro door de wethouder. Nou, dat snappen we, want dat is de ambtelijke capaciteit. Maar dat heb je dus nu extra nodig. Wat doe je dan met het budget? Want die ambtenaar die gaat van de ene bureau, van het ene bureau naar het andere bureau. Hoe gaat dat dan? Want u vraagt extra geld. Dus daar zou ik graag nog iets meer over willen weten. Dank u. Heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Eigenlijk heeft de wethouder een vraag aan de raad gesteld of wij voorstander of niet zijn van een sanctiebeleid. Ik ben geen voorstander van het sanctiebeleid. Zeker niet voor mensen die in de participatiepoor zitten. Een andere opmerking over actief en inactief, die is ook al gemaakt. Dit stuk dat vraagt ook om een inspanning van bijstandsrechteren, terecht, denk ik inderdaad. Maar het vraagt ook om een inspanning van werkgevers en bedrijvers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben ook blij dat de wethouder heeft aangegeven dat er ook ondernemers zijn, de bedrijven in de ommer, die daar ook aan mee willen werken. Dat is ook een absolute voorwaarde. Voorzitter, dit was het. En uw vraag is waarschijnlijk of u het juist hebt met deze uitspraken. Nee, ik had geen vraag. Zoals ik in eerste instantie al zei, heeft de wethouder een vraag aan de raad gesteld. En daar heb ik antwoord op gegeven. De heer Bongers. Voorzitter, dank u wel. En ik heb een vraag. Het is een keurig hoofdstukje communicatie opgenomen. Prima, maar ik denk dat er ook een heel wenselijk is dat er een communicatie richting de raad is. Want we hopen natuurlijk met z'n allen dat dit een succes gaat worden. En daar willen we toch ook de vinger aan de pols houden. Dus ik zou toch wel aan de wethouder willen vragen of wij hier bij wijze van spreken 3 maandelijks over geïnformeerd kunnen worden over de voortgang. En of we dan de norm kunnen bijstellen van 5 naar 8 of hoger. Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Even voor de duidelijkheid, mijn vraag over die sancties, daar heb ik ook een woord voor afgezegd en dat was positief stimuleren. Daar wil ik toch wel even de nadruk op leggen. Dus je kunt dit soort dingen op 2 manieren benaderen. Dat is aan de ene kant, als je mensen ergens bij wilt hebben, je kunt ze een sanctie geven. Dat was niet direct de voorkeur, ook niet van ons, maar van niemand. De andere kant van de vraag is, je kunt ze ook positief stimuleren. En ik zou de vraag willen stellen hoe de wethouder dan daar tegenover staat. De wethouder heeft voldoende nagedacht. Gaat u gang. Nou ja, we zijn hier natuurlijk nog lang niet mee klaar. Maar voor dit moment kan ik wel een aantal antwoorden geven. Jazeker. Dank u wel, voorzitter. Nog even over het woord projectmatig aanpak. Ja, duidelijk is dat dit een omsloten verhaal is. Tijdelijk, hè, voor 2 jaren. Een duidelijk aanpak die we hebben geleerd. En over 2 jaar moet het dan wel ook wel klaar zijn. Zo niet, dan komen we uiteraard bij u terug. Dan mevrouw Werners. Ja, ik ben het wel met u eens met het woord niet actief. Dat is inderdaad, dat geeft een verkeerde duiding. Want u heeft volkomen gelijk dat er sprake is van substantieel vrijwilligerswerk en ook mantelzorg. Ook bij deze groep. U weet wellicht dat 2 jaar geleden toen landelijk de discussie speelde over wat kun je eisen aan bijstandsgerechtigden voor terugverdienen. Hè. Mag dat allemaal? De staatssecretaris heeft toen gezegd van nou, je mag in ieder geval vrijstelling verlenen als er sprake is van substantieel mantelzorgwerk. De gemeente en uw raad heeft daarin ook bewilligd, heeft gezegd substantieel vrijwilligerswerk geldt er ook voor. Dus daar wordt al rekening mee gehouden. Ik neem uw opmerking wel mee over het startgesprek. Ik snap dat het af en toe inderdaad belemmerend kan werken. En ik ben het geheel met u eens. Maar goed, daar weten de ambtenaren als geen ander dat daar mobility mentoring, hè, daar zijn we nu net in getraind, dat ons daar sterk bij kan gaan helpen. Dus dank voor uw suggestie.
Ja, mevrouw Schunselaar, ik had u niet, blijkbaar niet goed begrepen. Het is echt heel simpel. Het is gewoon een extra ambtenaar. Dus het is niet een ambtenaar die van de ene naar de andere ding gaat. Dus goed, ik hoop dat dat daarmee duidelijk is. Nou, heer Moerman, dank voor het antwoord. Dan ga ik naar de heer Bongers. Ja, u vroeg eigenlijk van, goh, hou me op de hoogte. Nou, we vinden dit, en dat is breed, hè, een heel belangrijk onderwerp. Dus laten we in de klankbordgroep van mei, hè, als die er ergens is, dit dan nog eens meepakken. We zouden in mei, juni toch ook over village deals praten. Nou, dan is het ook mooi om over die combinatie misschien te praten, hè, ook over de leerervaringen. Dus laten we mei, juni eens even goed kijken naar van wat zijn de effecten. En ik beloof je ook, als er aanleiding is voor tussentijdse bijstelling van het getal, dat ik dat ook zeker zal doen. Ten slotte, de heer Marsman, ja, u heeft een nieuwe vorm van formulering gemaakt van sancties. In de zin van ook positief stimuleren. Zo had ik hem nog niet begrepen. Maar zo zijn we het wel erg met elkaar eens. Natuurlijk is positieve stimulans aan de orde. Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor de behandeling van dit onderwerp. Dan is hiermee ook agenda punt 6 behandeld en ik neem aan dat dit terugkomt in de raad als een bespreekstuk. Dank u wel voor die inbreng. Ik zit even naar de tijd te kijken. Het is bijna 8:55. We hebben nog een aantal punten te gaan. Als we verder waren had ik voorgesteld door te gaan, maar op dit moment denk ik dat het wat verstandiger is om even een kwartiertje koffie of met een andere invulling pauze te houden. Voor de kunstenaars afmaken. Wat? Is de grote kunst voor de kunstenaars om nog even te wachten? Of zullen we... Nou. Behandelen. Punt. Ja. Dan. Ik volg het voorstel. Punt 8. Dan kunnen de kunstenaars vervolgens weer aan het werk. Dan wijken we af van. Nou, eerst agenda punt 8 maar even behandelen. Beste meneer Berg. Wie wil daarover het woord? Ik ga het rijtje af. Ga de gang. Wij vinden als CDA een prima initiatief. En de houden geschiedenis levendig. Dus we zijn voor dit. Of we vinden dit een heel goed plan. En we nemen aan dat dit een hamerstuk wordt. Dank u wel voor uw inbreng. Wil nog iemand wat zeggen? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik ga er ook vanuit dat het een hamerstuk wordt. Want, maar daar heb ik wel een toezegging van de wethouder voor nodig. Want anders dan, wordt hij wat mij betreft een behandelstuk. Want voorzitter, wij vinden dit van superbelang. Want als ik even terugkijk naar mijn jeugd, is er in Ommen heel weinig gesproken over wat er op de Betsenbergenkamp Erika plaats heeft gevonden. Als kind zijnde heb ik moeten putten door stiekem een boek uit de kast te pakken. Wat ging over heel Nederland, heel Holland herdenkt. Hè, waar verhalen over stonden wat daar gebeurd is. En later knakkers achter prikkeldraad die een helder wegengraven geeft. Van wat dramatische zaken daar plaats hebben gevonden. Het monument is in mijn optiek ook van, als je kijkt van wat er afgelopen jaar op 4 mei daar gebeurd is. Is van wezenlijk belang dat daar een nieuw monument komt. En dat we daar ook de kinderen van Ommen kennis laten maken van het verleden wat ze zich daar heeft afgespeeld. Dan ga ik over naar mijn vraag, voorzitter, want wat ik precies of Ja, daar wacht ik op. Ja, maar u bent wel van de vragen, valt mij op. Nee, voorzitter, dan via u naar de wethouder toe, wat mij heel erg opviel en wat mij betreurt is, waarom u die 5000 euro garantiestelling niet mee heeft genomen in het budget wat u vraagt. Want in mijn optiek, en dat is ook een beetje de reden dat ik aan heb gegeven van, als ik daar geen voldoende of niet het juiste antwoord op krijg, dan wil ik het behandeld hebben in de raad. En dan zal ik een abonnement indienen om die 5000 euro bij die 15.000 euro toe te voegen. Dus waarom heeft u die 5000 euro losgekoppeld met de garantstelling, met erbij van dat het een precedentwerking zou hebben, want daar kan ik me niks bij voorstellen met deze zaak. En is het nog mogelijk dat u nu de toezegging doet om die 5000 euro bij die 10.000 euro te koppelen, zodat het 15.000 euro wordt? Dank u wel. Mevrouw Werders. Bedankt, voorzitter.
Vanuit D66, we zijn blij om te lezen dat er meer jongeren komen naar de Bestenberg om te zien wat er allemaal gebeurt hoe de geschiedenis is geweest bij ons waar we aan herdenken. Wel heb ik er nog wat vragen over, want zoals de brief is gestuurd door de CCO zat ik toch wat op de kosten te twijfelen. En je kunt een hoop vragen en het is altijd de vraag wat je krijgt. En toch vind ik de vraag van 15.000 euro of in ieder geval 10.000 euro veel als ze zeggen van dat ze beginnen met van het kost minimaal het stuk 15.000 euro en maximaal 25.000 euro. Waarvan ik dan leg vanuit de gemeente ga je dan uit van 15.000 euro, dat is maximaal. Vervolgens wordt er later gesproken over van we hebben wel wat mensen gevraagd, wat bedrijven gevraagd die willen financieren. Maar die vragen ook wat financiert de gemeente. We leven tegenwoordig in een participatieomgeving en daaruit hameren er eigenlijk op dat mensen komen van wat kun je eerst zelf doen en daarna gaan wij kijken waar wij je nog in kunnen ondersteunen. En in hoeverre kan de gemeente waarschijnlijk in Natura ondersteunen door bijvoorbeeld te zeggen van nou ja, de vergunning kunnen we kosteloos doen, dat is een ander moment en in die begrotingen. Dus ik zou eigenlijk ook vanuit naar de CCO toe, zou dit plaatje omgedraaid kunnen worden en door eerst te laten zien wat ze wel kunnen krijgen bij elkaar en wat de gemeente dan bij moet dragen om het voor elkaar te krijgen. Want ik vind het inderdaad een goed initiatief om neer te zetten, maar wel vanuit een modern gedachtegoed. Tot zover. Dank u wel. Meneer De Ruiter, denk ik. Ja, gaat u gang. Ja, bedankt voorzitter. Mijn vraag overlapt voor een belangrijk deel die van D66. Het is eigenlijk bij ons een beetje, wij vroegen ons af wat is de volgorde geweest, procedure zo u wilt, zoals de CCO die gehanteerd heeft. Namelijk zijn ze, ik vat het maar even heel kort samen, naar de kunstenaars gegaan van verzin een monument. Dan gaan we kijken of we het mooi vinden, dan gaan we kijken of het kost en dan gaan we kijken hoe we aan het geld komen. Dan kom je erachter, dat lukt niet, dat lukt eigenlijk voor een flink deel niet. En dan gaan we naar de gemeente vragen of het aangevuld kan worden. Dit is even heel kort, zoals het mij op ons overkomt. Maar ik hoor graag van de wethouder hoe het precies gegaan is. Dat is even mijn vraag. Bedankt. Dank u wel. De heer Bongers, niet. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, wij hebben over dit stuk geen inhoudelijke vraag en we volgen in die lijn de lijn die het college ons voorlegt in dit raadsvoorstel. Maar toch vragen wij ons wel een aantal zaken af, want ik hoor een aantal collega's praten over euro's. Maar waar staat in het stuk euro's? Ik bedoel, het kunnen net zo goed bitcoins. Hè? En als dat bitcoins waren geweest, dan waren we er ook uit geweest. Ja. Dus wat ik wil zeggen is de zorgvuldigheid van het stuk, en dat zie ik ook onderaan staan bij de ondertekening. Daar zie ik namelijk een hele wiskundige term staan, want er staat namelijk J is groter dan M is groter dan Vrome. En die begreep ik ook niet. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de portefeuillehouder. Gaat u gang. Ja, voor ze met een andere pet op, denk ik wel eens van goh, als we een aantal jaren geleden bitcoins hadden gehad, dan was onze begroting iets beter voor morgen. Maar ja, goed, een gemeente is er niet voor om te speculeren, dus en dat moeten we dan ook maar niet doen. Voorzitter. Ook het college is met u, denk ik, wel erg blij met dit initiatief. Want een aantal van u hebben het al gezegd, dit is wel een heel belangrijke plek. En het is ook zeer waardig om daar een goed monument over te hebben. Erika is niet de mooiste pagina uit de geschiedenis van Ommen, dat weten we met z'n allen. En daarom is het des te belangrijker om daar ook een passend en waardig herdenkingsmonument voor te hebben. En we weten ook met z'n allen, hè, we zijn er elk jaar bij op 4 jaar mei. En ik ben ook heel blij trouwens dat u daar zelf ook altijd in grote getalen bent. Maar we zien gewoon dat het bestaande monument, dat is echt niet meer toonbaar. Dus daar moet echt iets gebeuren. Ik ben heel blij met het initiatief van de CCO om daar iets aan te doen. We moeten ook niet vergeten dat eer wie ere toekomt, CCO of eertijds de HKO, ons op Erika heeft gewezen. Die heeft in feite ook weer de herdenking daar een nieuw leven in geblazen. Laten we dat belang dan ook als gemeente blijven onderstrepen en inderdaad ook onze steun toezeggen tot zo'n goed initiatief. Er zijn een aantal fracties die hebben gezegd van goh, maar hoe is het nou gegaan? Is men niet iets te gemakkelijk naar de gemeente gegaan onder het motto van goh, dan krijgen we wel een bedrag en dan enzovoorts. Nou,
Dat is wel anders en ook wel veel beter gegaan. Dat misverstand wil ik echt nadrukkelijk wegleggen. Allereerst, natuurlijk is het even kijken van wat het bedrag is waar het om gaat. Hè. Ruim 26.000 euro, dat staat overigens wel goed in het stuk, hè, wat door het college aan u gericht is. En men heeft intern gezegd, van, goh, wat kunnen door zelfwerkzaamheid, uitstekend natuurlijk, ook zelf hè, en ook met een aantal ondernemers, wat kunnen we daar zelf zeg maar, voor betalen? Nou, dan komt men 15.000 euro tekort. En toen heeft men gevraagd van, goh, college, wilt u nou 10.000 euro sowieso geven? En mogelijk dat wij 5.000 nog kunnen ophalen, kunnen we daar een garantstelling op krijgen. Nou, toen hebben wij, en dat is een beetje indachtig, denk ik ook, de benadering van D66 en de VVD, gemeente, om te zeggen van, nou, dit is zo'n wezenlijk verhaal voor Ommen. Het moet toch mogelijk zijn om in de samenleving die resterende 5.000 euro op te halen. En als dat nodig is dat zeg maar, de gemeente daar zeg maar, publicitair in helpt, dan gaan we dat zeker doen. Dus dat is de benadering die we gekozen hebben. We snappen met z'n allen dat 10.000 euro voor een monument voor Ommen een behoorlijk bedrag is. We hebben veel beelden de afgelopen jaren gedaan en dat is van een beduidend lagere. Maar dit is wel een bijzonder monument. Wij denken dat 10.000 euro inderdaad meer dan terecht is. En we hopen en we verwachten eerlijk gezegd ook wel dat de samenleving die resterende 5.000 euro kan bijdragen. Uit die hoofden denk ik dat het op zichzelf genomen niet nodig is, en dan kijk ik naar de heer De Jonge, om zeg maar, dit stuk te moeten terugnemen om in het college na te gaan of er alsnog een garantie. Laten we dit stuk nou maar doorzetten en laten we het richting de CCO doen. Onze hartelijke steun, het belang wordt onderkend in de raad en waar nodig willen wij wel helpen, wij ondernemers en wat iets meer zijn, om die resterende 5.000 euro op te horen. Maar laten we in ieder geval het goede begin maken, het goede signaal geven en het 10 mil ter beschikking stellen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet. De heer Marsman. Ja, ik kan het toch niet laten. Maar ik wil toch de wethouder opwijzen dat ik toch wel degelijk doelde dat in het raadsvoorstel gewoon alle eurotekens missen. Hè, en dat is wat ik doelde. Ik zie ook in de brief wel een budget staan, daar ook geen euro staan. Maar ik heb in mijn stuk hierop heb ik geen euroteken staan. Ik stel voor dat we dan dit stuk als de heer De Ruiter. Ik werd afgeleid. Sorry. Zo bedoelde ik hem niet. De aandacht ging die kant op. Jawel. U weet wat er kan gebeuren met uitspraken. Ik wil er maar op wijzen. Ik haal meteen het kaartje eruit. Ja. Nee, nou, ik miste eigenlijk in de beantwoording toch wel even, laat ik zeggen, wat het vertrekpunt is geweest, op basis waarvan uiteindelijk het bedrag is gekomen tot wat het nu is. Is daar in beginsel een begroting voor bedacht door CCO of andere partijen van, nou, het moet ongeveer tussen de 15.000 en de 20.000 euro liggen. En ik kan me voorstellen dat je met zoiets begint, maar dat hoor ik. Ik grijp iets meer relief in het antwoord, de heer Schelen. Ja, ik hoor het eigenlijk al. Zie de bijlagen. In de bijlagen wordt daar wel enige informatie over verstrekt. Kijk, maar we weten ook hoe het natuurlijk werkt. Je probeert wel een opdracht te geven richting kunstenaars. Van, god, dit is van groot belang voor Ommen en maken we het van. Overigens, mooi dat dit ook weer Ommen kunstenaars zijn, hè, die dit doen. Ja, en dat is niet direct. Kijk, en dan kun je zeggen van, goh, en het mag ook maar alleen maar x euro kosten. Hè? Als je zo erin gaat, dan doe je op voorhand afbreuk aan de idee dat je hier een creatie wil neerzetten. Dus zo is je niet gegaan. Nou, ik hoop dat dat enigszins een antwoord is op je vraag. Bovendien, de tweede termijn is voorbij, dat is simpel. Dit onderwerp dus als een hamerstuk op de raadsvergadering. Dan... Voorzitter, nee, ik zou het graag behandeld willen hebben. En mocht mijn fractie niet overgaan, dan hoort u dat op de vergadering zelf. Dus ik wil het graag behandeld hebben. Bespreekstuk, simpel. Dan
Alsnog die pauze. Nou, ik blijf op kwartier houden. Dus 9:10. 9:50. Gaan we door. 7 zijn we. Ja. Goed mensen, we gaan weer door met de agenda van de commissie. Wij hebben 7 overgeslagen, dus zullen 7 nu doen. En dan zijn we bij duurzame warmteopwekking, carousel Ommen. Om misverstand te voorkomen in verband met wat persoonlijke omstandigheden te maken hebben met de temperatuur, is de LPO verhuisd. ja, maar het lijkt me dan ook een goed idee om met de LPO te beginnen. Dank u wel, voorzitter. Daar krijg ik het helemaal warm van. Ja, een belangrijke investering in de carousel wat betreft de warmtevoorziening. En zoals het stuk al aangeeft, het is de bedoeling dat het een duurzame investering gaat worden. Of in ieder geval een energievoorziening die duurzaam is. En dan is de term duurzaam is natuurlijk best wel een heel belangrijk begrip. Want duurzaam, wat zijn nou duurzame energievoorzieningen? Laat ik beginnen bij het onderzoek. Wat ons verbaasd heeft, althans wat wij niet uit de stukken halen, is wat aan onderzoek is gepleegd welke alternatieve energiebronnen er mogelijk zijn toe te passen in de carousel en die ook duurzaam zijn. En laat ik er gewoon een aantal noemen. 1 goede is al genoemd, hè, de zonne-energie die gebruikt wordt voor warmteopwekking. Maar er zijn ook andere alternatieven, aardwarmte. Is een mogelijkheid om bijvoorbeeld met een warmtevoorziening die gekoppeld is aan de industrie, om die warmte te gebruiken. Ik kan het niet in een stuk terugvinden of alle alternatieven die er op dit gebied zijn, of die ook onderzocht zijn. Want het gaat om een duurzame investering, een langdurige investering. En dan wordt vervolgens wel ingezoomd op een aantal mogelijkheden. Nou, gas wordt genoemd als een redundantievoorziening. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar we weten ook inmiddels dat het gas ook heel veel problemen geeft. En wordt niet echt als duurzaam aangemerkt. We hebben van de week nog de enorme aardbeving in Groningen meegemaakt. Dan wordt er erg ingezoomd, of sterker nog, er wordt eigenlijk voorgesteld om over te gaan naar houtpelletkachels. En ja, daar mis ik toch een ruimere onderzoek, want er wordt gezegd houtpelletkachels zijn duurzaam. Nou ja, elke verbranding, en zeker ook houtpelletkachels, heeft ook een nadeel. En het nadeel is dat het fijnstof oplevert en niet te gering ook. Dus om deze kachels als duurzaam te betitelen, gaan we echt te ver. En het lijkt me, als je zulke grootschalige kachels gaat toepassen in de carousel midden in een woonwijk, dan zou je op zijn minst verwachten, wat zijn de effecten van de fijnstof op de omgeving? Daar zie ik in ieder geval in het stuk helemaal niets van terug. Ja, en dan kom ik op een ander punt. Het hele vreemde vind ik, als ik nogmaals het stuk lees, is dat er ingezoomd wordt op die houtpelletkachels. Daarvoor is een quasi onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Nou, als je even kijkt wat dat adviesbureau inhoudt, dan is dat een eenpersoons adviesbureau in Denensvaart. En die is niet alleen actief als adviseur, maar ook nog heeft ook nog een handelsonderneming. En dan denk je, ja, dat kan, een handelsonderneming. Ja, dat kan. Misschien een kauwgombal of iets anders. Nee, toevallig heeft hij ook nog een handelsonderneming in houtpellet. Dus de houtpelletkachels of houtpelletvoorzieningen. Dan wordt het toch wel heel tricky. Want hebben we hier nou te maken met een adviseur die zijn eigen producten adviseert? Of hebben we hier te maken met een onafhankelijk onderzoek die kijkt naar welke duurzame oplossingen zijn er? En vervolgens op welke manier kunnen we die onderzoeken of die toepassingen bij dit project bruikbaar inzetten? Dus nogmaals, ik zou graag vanuit het inkoopperspectief een onafhankelijk en volgens onze eigen protocollen, volgens ons inkoopbeleid, een onderzoek willen zien. En ik wil toch echt tot op de bodem uitgezocht hebben waarom wij dan specifiek tot deze oplossing zijn gekomen middels een eenmansbureautje in Denensvaart die ook nog daar een belang in heeft. Dat waren voorlopig de vragen, voorzitter. Dank u. Ik ga naar de ChristenUnie, heer Marschkamp. U gaat andersom rond. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben inhoudelijk hebben we geen vragen, niet anders dan de vraag of de aanbestedingsprocedure nu wel of niet is gestart. Dank u wel. Heer Boerman. Ja, voorzitter, dank u wel.
Ja, duurzaamheid, ja. Ja, dat is een mooi woord inderdaad. Waar gaat het om? Het gaat om milieubelasting en binnenmilieubelasting. De LPO heeft ook al aangegeven, waarom is er niet de mogelijkheid van aardwarmte? Dus juist lijkt mij dat, als een leek, lijkt mij dat ideaal in dit verband. Dus waarom is dat? Het komt heel even voorbij als het gaat om biothermie, maar de aardwarmte op zich als mogelijke energiebron wordt niet genoemd. Bezwaren tegen houtpellenkachels zijn ook al aangegeven. Er komt nog een andere bij, die pellets, en dat zullen dus grote hoeveelheden zijn die daarvoor gebruikt moeten worden. Dan hebben we het over duurzaamheid, maar we hebben ook de totale duurzaamheid. Nu was er een half jaar geleden een uitzending van Zemblaar, waaruit bleek dat 80% van de pellets die gebruikt worden, dat daar in Noord-Amerika bossen worden gekapt, waar, geloof ik, de omvang van half Nederland. Vervolgens worden die pellets, die worden in een fabriek verwerkt. Die gaan met een enorme vrachtauto's naar de kust. Vervolgens gaan ze met een, worden ze verscheept naar Rotterdam. En dan worden ze dus naar omgebracht. Als je het dan hebt over duurzaamheid, nou, dan heb je het dus niet over houtpelletkachels. Staat Postbeheer heeft een andere mening over, maar dan heb je het over hele kleine hoeveelheden. Niet de houtpellets die nodig zijn voor een dergelijke omvang. Dus graag inderdaad een onderzoek naar meer alternatieven in plaats van deze. En dan heb je het over, ook nog over conventionele gasgestookte ketels. Ja. Nou, dit waren de vragen. Dank u wel. De heer De Ruiter, gaat u gaan. Dank u wel. Op dit moment hebben we eigenlijk alleen nog een vraag. Andere vraag is juist gesteld. Is er eigenlijk in het land een vergelijkbaar project te vinden of inmiddels al gevonden, waarin deze combinatie van apparaten en dan ook nog het liefst in een zwembadconstructie al in gebruik zijn? En zo ja, wat zijn daar de ervaringen mee? Dank u wel. Dank u wel, meneer Mors. Dank u zeer, voorzitter. We hebben het verhaal uiteraard ook gelezen en duurzaamheid staat D66 echt heel hoog in het vaandel. Maar dit rapport gaat over 2016. Dat is voordat wij in de Raad besloten hebben dat er nog een uitbreiding plaatsvindt van de carousel. Is dat ook meegenomen in het hele verhaal. Want het zou zonde zijn als we daarna weer een gasketeltje erbij moeten bestellen. Of een kolenkachel of weet ik veel wat. De rest is allemaal al voor een groot gedeelte genoemd. En ik wil nog even op de heer Bongers ingaan over mogelijke belangenverstrengeling. Ik neem aan dat het een aanbesteding gaat worden die geheel is volgens de nieuwe aanbestedingswet, zodat ook wordt gekeken naar artikel 1.10b van de aanbestedingswet, waarbij belangenverstrengeling wordt uitgesloten. En verder, ja, uiteraard zoveel als mogelijk duurzaam, daar staat D66 voor. Dank u zeer. Dank u wel, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ondanks dat ik u gevraagd heb om het punten op te schotten, had ik me toch nog wel voorbereid, want ik had wel de indruk dat dat niet gelukte. Maar ik wilde daarmee toch een signaal afgeven. Om daarmee te beginnen, voorzitter, is mijn eerste vraag van, want ik hoor een hele hoop fracties aangeven van over andere mogelijkheden. En het betreurt mij, want als ik dan lees 1 januari 2018, want daar ging het dan om dat wij een besluit moeten nemen om het aanbestedingsproces goed te laten lopen en daarmee per 1 april 345.000 euro subsidie binnen te halen, is denk ik de relevante vraag nummer 1 van, kunt u nog wat met die inbreng wethouden, want via u dan, voorzitter. Want er worden heel veel dingen aangegeven. Aan de andere kant heb ik weer een beetje het gevoel dat we voor de zoveelste keer, daar waar het om subsidie gaat, met de mes op de keel zitten hier in deze raadzaal. Want voorzitter, ook wij hebben gekeken naar, alhoewel moet ik er wel bij zeggen dat wij nog wel een klein beetje anders kijken naar die pelletkachelmogelijkheden en de verbranding daarvan en de reductie van CO2. Want in de buurt hebben we ook wel andere bedrijven die op zwembaden, et cetera, dit gebruiken. En volgens mij, als je een goede verbranding, dat even tezijde, goede verbranding hebt, heb je heel weinig CO2 uitstoot.
Maar goed, dat even tezijde. Wat we ons wel afvroegen is van, ja, is het nu echt noodzakelijk om naast die twee kachels een gaskachel neer te zetten? Want dat gaat er bij mijn fractie niet in. Van als je dan wat wil doen aan de duurzaamheid, en de heer Bongers gaf het ook al aan, en je gaat dan zeggen van ik wil er een gaskachel bij hebben in deze tijden, waar we met z'n allen gaan besluiten om zo snel mogelijk van het gas af te zijn, is niet meer van deze tijd, van of dat nog nodig is en of er niet wat anders is. Want ik zag dat daar toch wel van dat bureau waar de heer Bongers het ook over had, dat er al een voorbereide onderzoek is gedaan. En dan vraag ik me af van, komt dan dat bureau niet met een advies om geen gaskachel daar te plaatsen? En nou ja, tweede, dat sluit ook wel een beetje aan bij de andere fracties, van is het nou echt nodig om nog 18.000 euro voor een vervolgonderzoek in te stellen? Want ik kan me niet voorstellen dat als je een aantal bedrijven in een goede plan van eisen geeft, dat die niet een advies kunnen geven van op welke manier zo'n kachel, die kachels geplaatst kunnen worden. Dus we hebben een vervolg, wat de heer D66 ook aangaf van, zijn er voorbeelden? Nou, in mijn optiek, want ik heb eens een beetje rondgeneusd, volgens mij Zoetermeer, hier vlak in de buurt is er een sporthal die daarop gestookt wordt. Er zijn voorbeelden genoeg, dus het onderzoek het lijkt mij overbodig. En de vraag aan de wethouder is van, waarom moet er nu nog een vervolgonderzoek gedaan worden? En is dat niet bij een leverancier of bij de leveranciers binnen te halen? Nou, dat waren in eerste termijn even mijn vragen, voorzitter. Dank u wel. De heer De Veldhuis, gaat u gaan. Ja, wij hadden ook een opmerking. De subsidie is al 13 april, of de toezegging is al verleend. Waarom wordt er zo lang voor gewacht met een voorstel te geven? Nu worden we voor een, net zoals de VOV al aangeeft, worden we voor een voorstel gezet waar een aantal vraagtekens over zijn. En er valt er weinig meer te schakelen. Of de subsidie van 345.000 valt weg. Dat is eigenlijk de vraag. En die koppeling die later komt, die WKK-koppeling, zijn er nog extra kosten mee gemoeid? Of zitten die hier al bij in? Dank u wel. De wethouder, ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik jullie allemaal eerst maar eens gerust gaan stellen, want wij zijn net zoals jullie van mening dat we niet met het mes op de keel, zoals de heer De Jonge dat zo zegt, moeten gaan werken om subsidies binnen te halen. Dus er is uitstel aangevraagd voor die termijn en die is deze week verkregen. Dus dat kan ik u nu melden. Om ook die aanbesteding, ik heb het vandaag medegedeeld gekregen. Dus ja, voorzitter, interrupties in eerste termijn die moeten beperkt worden. En ik wil u toch vragen om de gelegenheid te stellen. Want als mevrouw, als de wethouder dit aangeeft, dan vraag ik me af waarvoor dit stuk niet aangepast is. Want het gebeurt niet voor de eerste keer, voorzitter, dat wij in notenbox stukken zien die op het laatste termijn aangepast zijn. Hè, en dat we vergeten op het stukje vervesten te drukken, dat we het niet lezen. Dus dan vraag ik me af van waarvoor we nu overvallen worden dat zo opeens die subsidie uitgesteld is. Want daar kan een stuk ook uitgesteld worden. Nou, die vraag kan ik u, sorry voorzitter, als u mij de gelegenheid geeft, die vraag kan ik u niet beantwoorden. Want ik heb het net zelfs pas vandaag gehoord dat dat uitstel binnen is gekomen. Dus aanpassen van stukken in Notibox had u waarschijnlijk niet gewaardeerd als dat vandaag nog was gebeurd. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. En wat de effecten zijn in het kader van de keuzes hier in het stuk, want ik wil heel graag antwoord geven, want ik heb hele goede dingen hier vanavond gehoord, voorzitter. Daar zou ik graag op willen reageren. En vervolgens wil ik in overleg met de ambtelijke organisatie kijken de dingen die aangereikt zijn of die nog mee kunnen nemen in de raadsvoorstel. En om dat dan ook een stuk vooruit te schuiven en niet nu te doen. Maar ik denk wel dat u er belang bij heeft om een aantal vragen die u nu inmiddels gesteld heeft, om die beantwoord te krijgen. En dat zou ik toch graag, tenminste als u dat met elkaar prijs opstelt, zou ik dat wel willen doen. Maar ik ben het met u eens dat je niet op basis van die subsidiedruk daarmee moet beginnen. En dan geef ik meteen even antwoord op de vraag van het CDA. In april 2017 is die subsidie toegezegd. Maar die is niet toegezegd op het plan. Die is toegezegd op het feit dat we ermee aan de gang gaan. En dan pas kon je de keuzes gaan maken. Dus het rapport wat daaronder ligt, wat u gekregen heeft, wat ook is trouwens niet bij de stukken zat, wat ik van de week zelf ontdekte toen ik naar de stukken keek. Dus dat is ook een dag later pas naar u toegekomen. Maar dat moest daarna
jaar nog allemaal doorgerekend worden? Want het is terecht wat u zegt van 2016. En daar zaten ook een aantal zaken die nu hier genoemd worden. De hele fijnstofdiscussie die de heer Bongers terecht even aanhaalt. En waar misschien wel ervaring al mee is rondom die kachels. Die werd toen nog niet meegenomen. Die is pas later ontstaan. Evenals, waar de heer De Jonge terecht op wijst. Dat is die discussie rond het aardgas. Pas bij de regeringsformatie nu is naar voren gekomen. We moeten van het aardgas af. Nou, ik kan u geen antwoord geven, dat is een puur technische vraag, of een alternatief van aardwarme in deze, want je moet wel een achtervang hebben op basis van de kachels die je eventueel aanschaft, om te garanderen dat het zwembad verwarmd blijft. Dat is toch al op zijn minst een situatie die we niet willen hebben, dat het niet gebeurt. Maar of er een alternatief voorhanden is, dat zal ik inderdaad voor u moeten uitzoeken. En dan heeft u ook recht op een fatsoenlijk antwoord daarop. Evenals het aanbestedingsverhaal wat naar voren is gekomen, vanzelfsprekend moeten we handelen volgens het aanbestedingsreglement. En artikel 1.10b voor de belangenverstrenging zal daar zeker een belangrijke rol spelen. Overigens is het onderzoek ook onder auspiciën van Windesheim gedaan. En daar hebben niet alleen studenten op gezeten, maar er zit het hele lectoraat zit daarbij. Dus die zullen ook echt objectief daar adviezen in gegeven hebben. Het is ondersteund door het bedrijf. Maar meneer Bongers wijst terecht op, pas op die belangenverstrengeling, dat kan niet waar zijn. Is er een vergelijkbare situatie? Ja, die zijn er meerdere. Dus daar kunnen we u ook in technische zin antwoord op geven. Ook in het kader van die CO2-uitstoot. Alhoewel die wel in de resultaten van het onderzoeksrapport duidelijk vermeld staan. Op bladzijde 27, meen ik uit mijn hoofd te kunnen melden. De ecologische footprint waar u op wijst in het kader van het transport, dat is inderdaad een gegeven. Daar zullen ook bij de andere reeds in gebruik zijnde bedrijven, volgens mij heeft Hardenberg ook een houtpellet kachel bij een zwembad. Maar, een Delemsvaart, hè? Ja. Dus daar zullen gegevens over zijn om die te verstrekken. Ik vind dat een goede vraag. Even kijken, heb ik er nog eentje overgeslagen? Extra onderzoek ter waarde van 18.000 euro. Het staat niet in het besluit, want u geeft middelen, u zou middelen beschikbaar stellen waar dat niet in staat. En zaken die inmiddels bekend zijn, gaan we echt niet een extra onderzoek doen, want dat geld kun je in de zak steken. Even kijken of ik nou nog iets vergeet. Mes op de keel heb ik gehad. Even kijken naar het rijtje van meneer Bongers. De alternatieven, u had het toch over bijvoorbeeld de koppeling met de industrie. Dat is al eens een keer eerder aan bod geweest in het kader van het gemeentehuis en ook in het kader van de bedrijventerreinen. Daar waren de afstanden te groot voor om daar op dat moment goed gebruik van te kunnen maken. Maar het zal zeker meegenomen worden om te kijken of dat een alternatief is voor die gaskachels. Het enige wat dus, waar we wel op moeten wijzen is dat echt belangrijk is om een alternatief systeem naast die houtkachels te hebben. Want op het moment dat het wat voor reden dan ook uitvalt, stel je voor dat er 6 weken 2 meter sneeuw ligt, dan kan er niks aangevoerd worden. Ja, je ziet in het Zermatt kunnen ze ook de deur niet meer uit. Alhoewel, het is geloof ik erop gelost. Maar ja, je weet niet wat er gaat gebeuren, maar je moet dus ten alle tijden een alternatief hebben waardoor je je accommodaties draaiende kunt houden. Voorzitter, volgens mij heb ik even dwars door alle opmerkingen heen de meeste zaken wel beantwoord. En ik wou eigenlijk voorstellen om met de afdeling in overleg te gaan om te kijken hoe we uw opmerkingen en vragen die technisch zijn op de beste manier kunnen beantwoorden. Of we de opmerkingen voor de alternatieven gebruiken daar ook in mee kunnen nemen. En op welk moment het dan naar de raad moet, medegezien de vandaag vrijgekomen opmerking dat het terecht is dat we om uitstel gevraagd hebben. Maar we hadden niet verwacht dat we dat zouden krijgen, want ze zijn daar over het algemeen zeer, zeer streng in. Dus wat dat betreft is dit voor mij de eerste ronde, voorzitter. En als ik u goed heb beluisterd, en ook de inbreng van de commissie goed heb beluisterd, dan leidt dat tot de vraag of die tweede ronde nog wel moet plaatsvinden. Dan wel dat u nu net heeft gezegd dat u het stuk terugneemt en met een beter voorstel, uitgewerkt voorstel komt. Voorzitter, ik hoor wat u zegt, maar ik heb er wel een vraag over. En ik zou graag willen weten tot wanneer er uitstel verleend is. Want als... Eerst de vraag natuurlijk of ik wel gelijk heb met mijn conclusie. Maar wat mij betreft wel. Ja, dat is voor mij geen vraag. Het is mijn vraag aan de... Nee, het is mij nog niet bekend. Ik heb doorgekregen te 11e uren dat er uitstel is. Dus de datum van... Want dat was de vraag, toch? Nee, mijn vraag of mijn conclusie.
terecht is dat, zoals u antwoord gaf op de vragen van de commissie, dat er nog zaken nagekeken moeten worden, nog verwerkt zullen worden, dan denk ik heel voorzichtig dat dat niet gaat lukken voor behandeling in de Raad. Met andere woorden, zou dan het stuk teruggenomen worden en op een later moment weer opnieuw voorgelegd worden. Inclusief dus wat er verwerkt moet worden. Ja, maar daar is de antwoord op de uitstel wel even relevant voor. Want op het moment dat wij het stuk terugnemen en er opnieuw een commissiebehandeling moet plaatsvinden, dan zit je weer in een ander termijnritme dan wanneer je het raadsbehandeling uitstelt. Dus ik moet daar toch echt even ruggespraak over houden. En ik denk dat het verstandig is om dat via de Griffie aan de Raad kenbaar te maken. Wat een verstandige termijn hier is. Wat overigens niet wegneemt dat wij geen beslissingen moeten gaan nemen in dit soort processen waar we later spijt van krijgen. Dus we moeten alle tijd zorgvuldigheid daarin nemen. Ik begrijp uw redenering, maar ik denk ook, misschien verwoord ik dat niet helemaal goed, maar dat ook voorkomen moet worden dat wij als raads gaan bungelen, niet precies weten waar we aan toe zijn. Mijn conclusie is dat als er toch nog het een en ander nagegaan moet worden, en tussen nu en de volgende raadsvergadering hebben we 2 weken... dan de vraag of we dat wel redden. Nee, dat heb ik al aangegeven. Die gaan we niet redden. Nee, met andere woorden, dan is het toch het aanhouden van het stuk? Of terugtrekken? Maar nou, komt in ieder geval een nieuw voorstel, dunkt mij. Ja, de opmerkingen die gemaakt zijn, moeten verwerkt worden. En als er een commissievergadering tussen zit en we redden dat in die tijd, dan ben ik ook een voorstander van om hem dan weer in de commissie terug te nemen. Mee terug te nemen naar die commissie. Dus houden we het stuk aan en werken we dat uit. Klaar. Voorzitter. Neem aan dat de commissie daar mee eens is en dat een tweede termijn hiermee... Leo. Ja. Ja, ik moet even aan wennen natuurlijk. Even 2 dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat echt alle alternatieven onderzocht worden. Aardwarmte, koppeling. Want er wordt wel heel snel gezegd, ja, de afstanden zijn te groot. Dat zou ik dan wel graag met wat data onderbouwd willen zien. Dus alle alternatieven op een rijtje, dat is 1. 2, door een onafhankelijke instantie. En tenslotte, ik begrijp dat u vandaag pas antwoord heeft gekregen op het aanvraag voor een uitstel van een subsidie. Maar dat had de wethouder of het college wel gesierd als zij naar de raad hadden aangegeven, we hebben uitstel aangevraagd. Want zoals wij tot nu toe het stuk gelezen hebben, zaten we wel met een enorme tijdsdruk om die subsidie binnen te halen. En dan had u best even kunnen aangeven, we hebben uitstel aangevraagd. Het is nog niet binnen, maar we hebben het wel aangevraagd. Dat had ons in een andere positie geplaatst. Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Ja. Dat had ik graag gewild als ik dat geweten had. Die aanvraag werd natuurlijk wel geweten. Daar ging het ding om. Uitstel niet. Nee, maar goed. We kunnen hier kort en lang over praten. Maar we hebben nu te maken met feiten. En als we dat op deze manier zo kunnen aanpakken, dan gaan we dat ook zo uitwerken. Klaar. Dank voor uw inbreng. Dan hebben we hier voorlopig agenda punt 7 gehad. Dan gaan we door met de agenda naar agenda punt 9. Benoeming leden monumentencommissie en plaatsvervangend stadsbouwmeester om het 2018. Wie wil hierover het woord? De heer Te Veldhuis, gaat u gang. De stadsbouwmeester, komt die voor Ommen of van Hardenberg? Ja. Dat is een heel concrete vraag. Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, eigenlijk had ik dat ook al aan het begin aangegeven. Want wederom een stuk waar het gaat over Hardenberg. En ook hier moet men veranderd had dat het eerste stuk wat voorlag en waar de CDA al naar gerefereerd had en dat daar aan de hand van een nieuw stuk kwam, weer bij ons in ieder geval een fractie zeer slordig overkwam. En ik heb nog wel een vraag, want ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet. Benoemen we nu een tweede persoon als plaatsvervanger, of is nu de betreffende persoon afgetreden en wordt dit voor de time being, voor 3 jaar, de plaatsvervanger van? En zo ja, waarom moet het dan 3 jaar duren? Hè, dus eigenlijk 2 vragen. Is dit de plaatsvervanger omdat er eentje aftreedt? Of is dit een plaatsvervanger voor het geval dat er iemand uitvalt? Waarom moet het dan 3 jaar duren? En inderdaad, waarom, sluit ik me even aan bij de buurman, waarom staat er weer Hardenberg in het stuk benoemd? Dank u wel. D66 niet, VVD niet. Wethouder, ga de gang.
Volgens mij is het een... Er stond in ieder geval geen Hardenberg bij. En ik kan u de volgende toezegging doen. Daar waar verwezen wordt naar de monumentenverordening van de gemeente Hardenberg. Het zal u niet ontgaan zijn dat onze buurgemeente afscheid wil nemen van de BOH. En de benoemingsperiode is voor een periode van 3 jaar. Dus ik schat in dat dit niet weer zal voorkomen. Bij alle gekken op een stokje, we gaan dit gewoon even na van hoe dit precies zit. Want ik weet niet hoe het contract met de organisatie is. Of dat nou een gezamenlijk contract is, waarbij in het contract verwezen wordt naar de monumentenverordening van Hardenberg. En het andere, dat heeft gewoon te maken met het feit van dat er iemand een andere taak gekregen heeft en die moet vervangen worden. En dat was mijn reactie. Tweede ronde. Wie heeft behoefte aan... Nou, ik moet een beetje op mijn tong bijten, voorzitter. Want ik word hier wel heel verdrietig van. Hè? En het is al een aantal keren aangegeven. Ik zou toch aan het college willen vragen. We hebben het college een beetje uitgebreid met de persoon erbij. Om toch eens de stukken in de collegevergadering wat goed te bespreken en te bestuderen. Want dan voorkom je dit soort discussies. Ik heb het al eerder aangegeven. Als ik op die plek van u zou zitten, zou ik me kapot schamen. Dus mijn verzoek is om de volgende keer er toch wat beter naar te kijken. Zodat u beslagen antwoord in deze commissie kan geven. Ja, zijn er nog meer opmerkingen niet? Dan stel ik voor dat dit als hamerstuk in de raad komt. Dank u wel voor uw inbreng. Dan gaan wij nu over naar overleg met het college. Agenda punt 10, plan van aanpak werken aan een inclusieve samenleving. Ik neem aan dat een ieder daar wel het woord over wil hebben. Ik begin bij de heer Leuwik. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja. Werken aan een inclusieve samenleving. Voorzitter, een samenleving waarin iedereen meetelt. Dit is helemaal CDA. En ook zo uit het verkiezingsprogramma getrokken, zou u kunnen zeggen. Ja, natuurlijk. Maar in juni 2017 hebben we ook al een motie aangenomen met de opdracht voor het college om met een plan van aanpak te komen. En dat plan van aanpak ligt nu voor ons. En wel met concrete acties voor de eerste 2 jaar. Ook de participatieraad ondersteunt deze werkwijze en de genoemde doelen. En zegt ook de medewerking toe om deze doelen te behalen. Daarom zeggen we als CDA, aanpakken, nu aan het werk. Maar er stond gisteren bij de weekberichten, er stond een bericht van mee, hebben we gelezen. En daar gaat over de inclusie met betrekking tot gemeenteraadsverkiezingen. Het is van gisteren dus, of eergisteren. En daar stonden 3 tips in voor de uitwerking van de inclusieagenda. En waarschijnlijk, u hebt ze natuurlijk wel gelezen. En ik hoop dat ze iedereen gelezen heeft. Gaat u die 3 tips ook meenemen in dit verhaal? Dat was mijn vraag. Dank u wel. Ik was al even een beetje benauwd dat het een raadsbijdrage werd, maar het ging goed. Heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we zullen kort zijn. Het integreren van het inclusieve denken, dat is goed. Het proces op gang brengen is prima. Bewustwording op alle terreinen, bij de ambtenaren, bij het college, bij raadsleden is prima. Dat dat zijn weerslag vindt in websites, in ommenieuws, in columns en daar waar dat nog meer aan de orde zou kunnen komen. Het schouwen, de bijeenkomsten, allemaal prima. We hebben eigenlijk maar één suggestie en dat is dat ergens aan het einde van het stuk staat dat brieven voortaan in normale taal geschreven gaan worden. En wij zouden een beroep willen doen op u, voorzitter, om ervoor te zorgen dat dat voortaan ook voor raadstukken gaat gelden. Dank u wel. Het lijkt me een juiste invulling van het woord inclusief. D66, de heer Bors, gaat u gang. Ja, dank u zeer, voorzitter. Inclusie uiteraard hartstikke goed doen. Alleen waar wij als D66 wel tegenaan liepen in het stuk, dat was dat er misschien wordt gesproken over een doel, terwijl er eigenlijk wat anders wordt bedoeld. Namelijk het middel. Starttokens, doel. Bijvoorbeeld vanaf 2018 wordt 1 keer per maand een column of artikel in de lokale krant gepubliceerd om bewustwording bij de inwoners te creëren. Dat kan natuurlijk nooit een doel op zichzelf zijn.
Het is om iets te bereiken. Het is een middel. Nou, dat viel ons eigenlijk op. En dat eigenlijk door het hele stuk heen riep dat bij mij een bepaald gevoel op. Verder zeg ik uiteraard zoveel als mogelijk doen, zorg het voor een integraal stuk werk. Dank u. En ik dank u. De heer De Ruiter. Niet. De heer Moorman. Wel. Ja, wel inderdaad. Voorzitter, dank u wel. Ik zal de raadsbijdrage inderdaad bewaren. Inderdaad. Inclusieve samenleving komt van inclusie. Daar komt het dus vandaan. En wat betekent nou in feite insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. En inclusie en integratie vullen elkaar aan. Ja, inderdaad, plan van aanpak. Maar dat zou nog wel wat concreter kunnen, inderdaad. Het is een prachtig plan van aanpak. De participatieraad geeft een positief advies, dat is mooi. En waarin zij zeggen van het voorliggende plan van aanpak, positief advies, met inachtneming van bovenstaande constatering. Het ontgaat mij volledig welke bovenstaande constatering daarin wordt bedoeld. Maar goed, voorzitter, geen vragen. Behalve deze. Ik dacht dat uw bijdrage erop uitdraaide dat u hier de commissie nog weer wilde hebben. Participatieraad. Om antwoord te geven op uw vraag. Heer Marsman, denk ik. Ja, gaat u gaan. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het is wel even goed dat aangestipt wordt dat het overleg met het college is. Ik heb toch ook niet de indruk dat dit op een raadsvergadering terugkomt, maar dat we vanavond iets toezeggen en dat volgens het college verder gaat. Wij hebben het stuk gelezen en wat moeten we hiervan zeggen? We kregen echt het gevoel dat vele zaken, tenminste voor ons gevoel, toch eigenlijk ook wel een open deur zijn. Zaken waar we nu toch ook al wel rekening mee houden, zou je zeggen. Desondanks kunnen wij ons vinden in het feit dat we nog eens een keer goed vastleggen en hier en daar aangevuld met wat originele concrete doelstellingen, dat we dat toch nog eens opnieuw goed vastleggen in dit stuk. Waar we wel nog een vraag over hebben, dat is toch over de kosten. Want we lezen dat er in deze fase van het proces geen kosten zijn gemaakt, zo staat het er. Maar bij de uitvoering van de maatregelen kunnen er wel kosten ontstaan die dan vervolgens via reguliere processen aan ons voorgelegd worden. Toch wordt ons vanavond gevraagd om in te stemmen met een plan van aanpak. Werken aan een inclusieve samenleving 2018-2020. En in het plan staan echt wel concrete activiteiten benoemd die ons inziens geld kosten. We lezen over het organiseren van allerlei bijeenkomsten. Er wordt ruimte ingebouwd in het om het nieuws om teksten toe te voegen. En dat, volgens ons kost dat allemaal geld. Ik weet niet precies om hoeveel dit gaat, maar als we hier ja tegen zeggen, en we willen dat ook graag, laten we daar duidelijk over zijn, kan er toch bij benadering worden aangegeven wat de kosten zijn en hoe die gedekt zijn. Of is het toch sprake van geen kosten? Dat was even waar wij zaten te dubben van hoe zit het. Dank u wel. De heer Bongers, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich, is het, je kunt hier niet op tegen zijn. Ik denk dat dit voor iedereen geldt. Alleen CDA die heeft dat nu in haar verkiezingsprogramma staan. Bij de lokale partij om wordt het al jaren toegepast. Dus... ik ga zo voort, zou ik zeggen. En geen vraag dus, begrijp ik. In dit geval niet, voorzitter. Dan de vraag aan de wethouder om te reageren op de vraag. Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, in ieder geval blij dat links en rechts de doelstellingen worden onderschreven en al worden toegepast. Ja, ik denk dat inderdaad dit wel degelijk een belangrijk onderwerp is. En waar ik zeer blij mee ben, is dat het ook zeg maar, door de doelgroep zelf is opgepakt. En ik denk dat ChristenUnie terecht vraagt van, goh, maar dit vragen hier wel iets van. Nou, dat klopt ook wel. Want u heeft zelf bij motie vorig jaar hier de aandacht voor gevraagd. En de VN heeft een verdrag, hè, dat is ook eigenlijk de aanleiding, van god, er zijn heel veel dingen te doen op het punt van de inclusieve samenleving. En wat hier in feite wordt gezegd is van, goh, we moeten kiezen. Kijk, wil je naar een inclusieve samenleving, is er ontzettend veel te doen. Maar laten we nou praktisch zijn en laten we nou ons beperken tot drie dingen. Tot communicatie,
tot toegankelijkheid en tot bewustwording. En laten we nou die eerste vooral pakken, want er is nog echt wel veel te doen. En wat dat betreft, hè, dus dat is wel een keuze voor u, want u kunt ook natuurlijk zeggen, pak andere thema's. Maar ik ben blij dat juist vanuit de doelgroep wordt gezegd van pak die drie thema's. En pak ze praktisch aan. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar je kunt hier hoog over van alles over vinden. En dat vinden we misschien ook wel. Maar je kunt ook praktisch aan de bak. En ik merk dat er ook al praktisch mee aan de bak wordt gedaan. Want terecht bijvoorbeeld zegt het ook. Wij willen zeg maar meer schouwen hebben. Morgen is er een schouw in het centrum. Om maar een voorbeeld te noemen. We gaan gewoon praktisch aan de slag. Betekent dat nou extra inzet en extra geld? Nee. Is het antwoord. Althans, nu niet. We gaan gewoon beginnen met bestaande zeg maar budgetten. En zo hoort het ook. Want passend bij de inclusieve samenleving is natuurlijk dat het gewoon deel uitmaakt van je normale werk. En dus ook van je normale budgetten. Dat moet het leidmotief zijn. En daar gaan we aan werken. En het kan natuurlijk ook. Ik bedoel, terecht dat er wordt gezegd via communicatie en het mag allemaal in leesbare taal. En ik neem het punt van de heer Middelkamp wel ernstig te harte. We blijven ons best doen om leesbare stukken te maken. Maar natuurlijk kunnen wij met juist de vrijwillige steun van oog en anderen hartstikke veel doen. Daarom ben ik zo blij met die inzet. Je ziet gewoon dat we zonder dat we er veel extra geld zeg maar, in hoeven te stoppen, dat er al van alles gebeurt. Er zijn al ervaringsdeskundigen die zeg maar, onze brieven lezen. Ja, daar krijgen we hele boeiende reacties op. Daar kunnen wij veel van leren. En daar gaan we ook zeker mee door. Ik ben het wel met D66 eens dat bij communicatie we wel steeds voor ogen moeten houden van ja, maar wat is het uiteindelijke doel? Hè? Het moet geen middel zijn. En laten we dat vooral ons voor ogen houden. En wat dat betreft denk ik dat dit een heel mooi project kan worden. En inderdaad, dit is even overleg met het college. We wouden bij u proeven van, goh, is dit een goede benadering? Kunnen wij richting oog, kunnen wij richting participatiewerk aan de slag? Antwoord is dus ja, dat gaan we doen. En ik denk dat we later in dit jaar graag bij u terugkomen met de eerste resultaten. Dank u wel. Is er nog een reden? Ja, mevrouw Werners, gaat u gang. Bedankt, voorzitter. Ja, toch nog een kleine opmerking. Ik heb nog niemand horen zeggen. We hebben het over communicatie en we hebben het veel over de website en begrijpbare taal. De taal die de jeugd spreekt zijn foto's en filmpjes. Dus ik wil er op dit moment toch nog weer even op hameren. Gebruik de moderne technologie. Gebruik Instagram, Snapchat, YouTube. Gebruik het. Ook de ambtenaren zijn jong, vliegen in vanaf hun 20ste. Die weten de weg. Gebruik ze ook daarin en dan heb je nog meer communicatielijnen. Dank u wel. Zijn er nog meer reacties? Niet. Heeft de wethouder op... Mooie suggestie, neem ik graag mee. Mooi. Dan heb ik een klein beetje moeite als uw voorzitter met het voorstel om in te stemmen met het plan. We zijn in de commissie iets allergisch voor het stemmen, het instemmen. Ik zou willen voorstellen om die tekst te veranderen in dat de commissie het college adviseert door te gaan met het plan van aanpak. Inhoudelijk hetzelfde, maar het klinkt iets aardiger, denk ik, voor deze commissie. Al dus besloten. Dank u wel. Misbruik van macht heet dat, geloof ik. Geen rondvraag, dus agenda punt 11 hebben we ook gehad. En om exact, althans de klok voor mij, exact 10 uur sluiten wij deze vergadering. U wordt bedankt voor uw inbreng. Wel thuis.